Goedemiddag, goedenavond. Het is alweer de 28e webinar en de titel is Reflectie op het gedachtegoed van Papa Koenders. En u bent bekend met ons, mijn naam is Astrid Runs. Ik ben een van de initiatiefnemers van de Beweging voor Zwarte Vooruitgang. Ik doe het samen met Eline Graanoos en ook nog Vanessa Limon. En straks zult u het ook merken bij de dialoogronde, de discussie, gaat met name Eline Graanoos dat gedeelte overnemen. U bent bekend met onze regels. Graag uw microfoon op mute. U stelt uw vragen in de chat. Graag uw volledige naam weergeven. Het mag ook alleen uw voornaam zijn. De meeste van u doen het al prachtig. We houden rekening met de ervaring en de mening van anderen. Want we moeten het samen doen. Dus we hebben respect voor elkaar. En we waarderen dus ook dat we verschillende inzichten en manieren van communiceren hebben. Dan kijken we naar het programma. Ik heb mezelf al geïntroduceerd. Straks doe ik nog een korte uitleg over wie de beweging Zwarte Vooruitgang is. Waarna de inleiders worden geïntroduceerd. Die zijn Jules Reijsen, Roy Wijks en André Rieder. En vervolgens gaan we over naar de vragen-dialoogronde. Een korte samenvatting takeaway en dan sluiten we het programma af, hopelijk precies om 6:30. Degenen die alert zijn en bekend zijn met onze webinar, die zullen hebben gemerkt dat we het steeds vervroegen. In het verleden begonnen we om 6:00 Surinaamse tijd, toen hebben we het vervroegd naar 6:30 Surinaamse tijd. En nu hebben we het dus teruggebracht naar 5:30 Surinaamse tijd, ook met name om onze Nederlandse participanten tegemoet te komen. Wie is de beweging Zwarte Vooruitgang? De missie van de beweging is dat we met name gericht zijn op het organiseren van bewustwordingsactiviteiten. Die erop gericht zijn om met name die Afro-Surinaamse gemeenschap een duwtje in de rug te geven op weg naar vooruitgang. Natuurlijk, wat is onze visie? We doen het niet alleen, dus samen, middels strategie en strijd. Strijd hoort erbij. Als we wat willen bereiken, zullen we daarvoor strijd moeten voeren. Niet altijd met fysieke wapens, vaak ook met middels het woord. En we zijn er dus op gericht om ervoor te zorgen dat in 2050 een Afro-Surinaamse gemeenschap hebben die zodanig bewust is van niet alleen van haar individuele kracht, maar ook van die collectieve kracht. En dan gaat het dus om aspecten zoals zelfkennis, dat we gebruik maken van zelfreflectie en ook zelfliefde. En nog andere tools die we kunnen gebruiken om onze maatschappelijke positie, niet alleen in Suriname, maar ook in de regio, het Caribisch gebied, Latijns-Amerika, maar daarnaast ook Europa, globally in te kunnen nemen. Waarvan maken we gebruik? We maken gebruik van het decoloniaal intersectioneel denkkader. En wat bedoelen we daarmee? Dat we op een kritisch-historische manier terugkijken van waar komen we als Afro-Surinaamse gemeenschap? Hoe heeft die witte, racistische, koloniale structuur ons leven, onze cultuur, onze waarden en normen, onze gedragspatronen vorm gegeven, waarbij we rekening houden dus met van onze etniciteit, onze gender, onze seksualiteit en natuurlijk ook klasse en kleur, want we zijn er ons van bewust, van zeker in de Surinaamse maatschappij, dat naarmate je lichter getint bent, dat je toch wel een iets andere positie inneemt dan en ook de klasse die daarbij samenvalt. Dus vandaar dat we zeggen, we moeten ook kritisch kijken naar de intersecties. We houden rekening ermee van, we zijn niet blank weggeplukt van het Afrikaanse continent, maar dat we kennissystemen, filosofieën, denkkaders en ook skills hebben meegenomen vanuit Afrika. En dat hebben we dus nog, zijn we hier verder gaan ontwikkelen. Vaak ook met behulp van onze inheemse groep, met name dat slaafsgemaakte die naar de bossen zijn getrokken. Dus dat we ook meer en meer gebruik gaan maken, dat we die kennis die we vanuit het verleden hebben, dat we dat weer gaan opgraven, herontdekken en ook nog meer gaan gebruiken in deze moderne 21ste eeuw. En naast het decoloniaal intersectioneel perspectief zeggen we ook van, we moeten ook kijken van wat denkt de gemeenschap
van onderuit. Dus niet alleen dat we vanuit een elite perspectief kijken van wat moet er gebeuren, wat zijn de oplossingsmodellen, maar dat we ook vanuit benedenuit, vanuit de doelgroep zelf nagaan, wat is hun eigen beleving, wat zijn de oplossingsmodellen die zij ook voorstellen en aandragen. En dat we ze dus ook, dat we ook ruimte creëren, dat zij dat ook met ons kunnen delen. Dit zijn onze doelen, het identificeren van die marginalisering van die Afro-Surinaamse groep. Dat niet alleen, bewustwording vergroten van hoe moeten we dat wegwerken. En dat kan het effectiefst gebeuren door middel van programma's, projecten, op het gebied van erkenning, sociale rechtvaardigheid en sociaal-economische empowerment. En alleen door samen te werken met andere organisaties, andere sleutelfiguren, kunnen we dus structureel gaan werken aan het wegwerken van de marginalisering van de doelgroep. Dit zijn de strategische beïnvloedingslijnen, onderwijs, onderzoek, trainingen, teaching, ondernemerschap in relatie tot spiritualiteit. Het is fantastisch als we ondernemen, maar het is nog beter als we dat ook koppelen aan spiritualiteit en ook denken van wat laten we achter voor opeenvolgende generaties. En dat we dus ook rekening houden met het milieu. Bewustwordingscampagnes zoals we dus nu de webinar organiseren en nog andere activiteiten. Wat hebben we tot nog toe gepresteerd? We hebben 27 webinars georganiseerd vanaf 8 november 2020. Toen 8 november 2020 hebben we onze eerste webinar georganiseerd. En toen hebben we met name gesproken over wat is zwart bewustzijn. We hebben ook met NAC samengewerkt waarbij we een capaciteitsversterkingsproject hebben ontwikkeld voor met name het jongkader van NAC. We zijn lid van het Nationaal Comité Herdenking Afschaffing Slavernijverleden en onderzoek gevolgen van het slavernijverleden. Daarbij zijn wij met name verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de concepten voor lezingen, seminars en nog andere workshops. We hebben niet een zak met geld. Dus we bieden Zoom-ondersteuningspakketten aan om toch wel ervoor te zorgen dat wij wat geld in kas hebben. Scrollen we verder. Hiervoor heeft u ingelogd. De auteurs van het boek Op zoek naar Papa Koenders. Over een strijder voor emancipatie in het koloniale Suriname. En het boek zal zeker niet aan u voorbij zijn gegaan, want het is heel goed gepromoot, zowel in Suriname als in Nederland. De volgorde van de sprekers is als volgt. Eerst gaat de heer André Rieder aan het woord komen, daarna volgt Jules Reizen, waarna hij wordt opgevolgd door Roy Weitz. En ik ga nu dus de bio voorlezen, ook uit het boek natuurlijk, dus heeft u nog wel wat even geduld. André Rieder, hij is een freelance filmmaker en maatschappelijk werker. Hij werd geboren in 1954 in Mungo in Suriname. Hij is sinds 1972 betrokken geweest als vrijwilliger en activist bij de Surinaamse strijdorganisatie in Nederland, Lozon, later SAWO. Hij studeerde in 1982 af aan de Nederlandse Film- en Televisieacademie. En maakte sindsdien diverse rapportages en documentaires over de Surinaamse emigrantengemeenschap, onder andere voor de NPS en Multiculturele Televisie Nederland. Belangrijke documentaires van zijn hand zijn onder andere Onderneming Onderdak, Aan Niets Overleden, de serie Tori Fuoso, Verhalen van Thuis, Untold, The Story en de serie Belevingen. Hij maakte in 2009 ook het videodocument Zwarte Mannen, Zwarte Vaders voor de conferentie van de Surinaamse gemeenschap van de gemeente Amsterdam en de stichting Empowerment. Op dit moment is hij werkzaam bij Venso als ondersteuner en adviseur van bewonersinitiatieven in Amsterdam Zuidoost. Dat was dus de heer André Rieder. Dan ga ik vlot verder naar Jules Reizen. Ik geef direct de achtergronden, de bio van alle drie inleiders weer, omdat zij toch aaneengesloten hun verhaal zullen vertellen.
Jules Reizen, hij is andragoog, studeerde aan de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO in Paramaribo, Suriname, en de Universiteiten van Leiden en Amsterdam in Nederland. Hij verricht onderzoek naar en is werkzaam in het cultureel erfgoedveld. Hij deed samen met collega schrijver Roy Wijks eerder onderzoek naar het werk van Papa Koenders. In 2012 publiceerde hij Teken en Zie de Wereld, een oral history onderzoek naar de herinneringen van Surinaamse oorlogsveteranen aan de Tweede Wereldoorlog. In 2013 verscheen de bloemlezing De Slaaf Vliegt Weg, mede onder redactie van Lucia Nangu. In 2014 verscheen onder zijn redactie de poëziebundel Poema Petit, bron van poëzie, uitgegeven door de Openbare Bibliotheek Amsterdam Bijlmermeer. Hij stelde ook verschillende tentoonstellingen samen, onder andere over kunstnijverheid, Anissa, hoofddoeken, Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog, beeldende kunst, ontwikkeling van de Surinaamse taal, het Sranantongo of Sranang. Dat is de heer Jules Reizen. Dan ga ik over naar de laatste persoon, ze heeft de best voor les, zoals sommigen zeggen, Roy Wijks. Roy Wijks heeft zich als onderzoeker, adviseur en activist gewijd aan vraagstukken van racisme en discriminatie, sociale en economische emancipatie van migranten en van mensen in armoede. Hij was betrokken bij het werk van antidiscriminatiebureaus in Nederland. Hij voelt zich verbonden met de strijd voor democratische en sociale gerechtigheid in Nederland en in Suriname. Dames en heren, ik ga op mute. Ik doe mijn video uit. En we gaan nu luisteren naar, mind-blowing beleving en ervaringen van deze drie toppers. AUB. Ja, Florence, dank u wel voor de introductie. Alle kijkers, of moet ik zeggen luisteraars, kijkers en luisteraars, ik groet u ook, welkom. Ik zal beginnen om een schets te geven van de koloniale omstandigheden waarin Papa Koenders opereerde. Dat doen we omdat we denken dat dat belangrijk is om te beseffen, zijn waarde ook te beseffen. Want hij deed zijn activiteiten in de koloniale tijd. Suriname werd toen geregeerd door witte Hollandse gouverneurs en een lichtgekleurde elite. En het racisme tegen zwarte mensen doordrenkte de hele samenleving. Hoe zwarter je huidskleur was, hoe meer je werd gezien als minder en als minder werd behandeld. Hoe minder kans je had om op de maatschappelijke ladder verder te komen. En dat zag je ook in je eigen familie soms. Je kon vanwege je zwarte huidskleur een promotie geweigerd worden. Het was de tijd dat zwarte mensen, of zoals werd gezegd de Creolen, normaal werden aangeduid met het woord neger en die meestal een negatieve associatie en connotatie had. Je maakte iemand niet een compliment door hem of haar een neger te noemen en regelmatig werd het ook als scheldwoord gebruikt in de zin van doe niet zo vernegerd. Alhoewel Koenders gebruikte ook het woord neger, maar hij gebruikte het in de positief duidende zin. Als u dat boek leest, dan zal u dat opvallen. Het hele koloniale onderwijs was gericht op Holland en je kreeg vaderlandse geschiedenis over Holland. Bij aardrijkskunde bijvoorbeeld moest je Holland en al zijn steden blind op de kaart kunnen aanwijzen met een verhaal over het aantal inwoners en de industrieën die er waren. Wit en Hollands was superieur. Dat werd je bewust en onbewust meegegeven. Desgevraagd gaf Koenders, die zelf 40 jaar in het onderwijs werkzaam is geweest, zijn volgende mening over het koloniale onderwijs en ik citeer hem. Nu ik door deze uitnodiging ertoe gebracht ben, zou ik mij van de zaak kunnen afmaken en zeggen dat ik tot mijn activiteiten ben gekomen toen rotsvast de overtuiging zich in mij vestigde
dat het onderwijssysteem van het kolonialisme met een voor de neger volslagen vreemde taal als voertaal een groot onrecht, een misdaad is geweest en nog is. Want het heeft ons gemaakt tot achterlijke mensen met twee halve talen, met voorkeur voor klater boven gedegen goud, aan woorden boven begrip. Tot einde citaat. Alles in de koloniale tijd was gericht op de witte Hollandse cultuur, zo ook de taal. Het Sarangatonga werd gezien als ordinair, niet volwaardig. Men noemde het toen nog Neger-Engels of Takitaki, wat zoveel betekent als brabbeltaaltje. En op school kreeg je strafwerk als je werd betrapt op het Sarangatonga spreken. De economie van Suriname was vooral in handen van Hollandse plantagehouders en multinationals, zoals Bruinzeel, Billiton en ook het Amerikaanse Suralco. Ze waren helemaal gericht op profijt voor zichzelf en niet op de ontwikkeling van Surinames land en volk. Het was ook een tijd waarin Koenders leefde, een tijd van politiek-koloniale intimidatie. Hij werkte in de tijd bijvoorbeeld dat vakbondsleider Doedel werd opgepakt vanwege zijn verzet en levenslang in een psychiatrische inrichting werd opgesloten. Papa Koenders leefde ook in de tijd dat duizenden Surinamers de vrijlating eisten van Anton de Kom op het onafhankelijkheidsplein, waarbij de koloniale regering met scherp schoot op de menigte met 2 doden en 22 gewonden tot gevolg. Om af te sluiten, het was de tijd van Sakafasi en fout haar, wat een verwijzing was natuurlijk naar kroesgekruld haar van zwarte mensen. Dit is even dus om een schets te geven in een vogelvlucht van de koloniale omstandigheden waarin Koenders leefde en zijn activiteiten deed. Dan geef ik het woord aan mijn collega Jules. Ja, ik ben er. Dankjewel André en goedenavond alle webinarsdeelnemers, ook van mijn kant uit. Laten we ons een succesvolle avond van maken. Ik ga in mijn bijdrage, vrij kort in op wie Koenders was. En het lijkt mij erg interessant om een stukje voor te lezen uit ons boek. Voor degene die het al gelezen heeft, is er geen verrassing, maar voor degene die het boek nog niet hebben, is het wel heel mooi, want dit is een dit is niet biografisch, maar dit is wel echt autobiografisch. We hebben in ons onderzoek ter inleiding op, dus ik ga voorlezen, hebben we heel weinig, zeg maar, autobiografisch materiaal gevonden over Koenders buiten de Footerboys. Hè? De Footerboys, dat is het blad. Daarover gaan we later iets meer over vertellen. Het blad dat 10 jaar toen is uitgegeven door Koenders en zijn strijders, moet ik zeggen, en strijdsters. Vanwege heel veel vrouwen, maar daar ga ik met mijn collega Roy Wijks ietsje verder op ingaan. Maar het lijkt mij wel interessant om 2 dingen te vertellen over Koenders. Ik heb net gekeken, ik heb even een berekening gemaakt. Koenders is geboren op 1 maart 1887 in Paramaribo. En hij stierf. Aanstaande 17 november zou het 50 jaar, of is het 65 jaar, dat Koenders is overleden. Hij is gestorven op 17 november 1957. En vandaag is het volgens mij 6 november, zeg ik het goed? Even kijken. Ja, toch? Ruwweg over 2 weken, dan zouden we gedenken dat Koenders 65 jaar geleden is overleden. En ik dacht bij de voorbereiding hiervan, wat verpand dat we vanavond dit over Koenders hebben. En misschien is het woordje bijzonder meer op zijn plek dan verpand, omdat het ons toch wel bezighoudt en de mensen die het werk van Koenders kennen, die gaan ook verder met het onderzoek, zoals wij drietjes en wellicht ook andere mensen die zich gegrepen voelen, geïnspireerd voelen door het werk van papa Koenders. Nou, wie was Koenders? Nou, Koenders, zijn voornamen luiden
Julius Gustaf Arnold. Je ziet vaak als je wat over hem leest, lees je de afkortingen JGA. En hij wordt later bekend na zijn pensionering als papa of als zijn rantongen, Tatakunders. Sommige oudere mensen die we gesproken hebben, die zeggen geen papa, maar ze zeggen Tatakunders. Tatakunders in plaats van Papakunders. En wat gebeurt is, hij wordt opgeleid als jongen. Gaat hij van de school af. Wordt hij opgeleid tot hulponderwijzer. En hij wordt in zijn onderwijspraktijk als leraar, als leerkracht, wordt hij dan geconfronteerd met verschillende toestanden in het onderwijs van toen. We praten over de jaren 30 van de vorige eeuw. En hij wordt zodanig geconfronteerd, we zeggen de jaren 30, dat is de hoogtijdagen, maar rondom 1800, 1900, hè, tot wanneer hij met pensioen gaat, zo rond 36, dan heeft hij heel veel gezien, heel veel meegemaakt. Een van de dingen die hem later gaat triggeren, gaat motiveren om het Senang te stimuleren, is het gegeven dat hij als jong onderwijzer dan voor de klas staat en ik kom met kinderen die aanraken die van huis uit verschillende talen spreken. En hij ziet dat het Nederlands in feite een hele vreemde taal is en dat heel veel van die kinderen verwaard geraken en dat beïnvloedt hun onderwijscarrière. Feitelijk is het zo dat in Suriname dit nog steeds gebeurt. Denk aan de inheemse ver in het binnenland. Die van huis uit misschien Trio spreken of Arawak spreken of andere taal spreken. Of als ze broers en zusters die kinderen krijgen die misschien Samaka spreken als moedertaal. En dan op school komen, dan worden ze plotseling geconfronteerd met het Nederlands. Dus die shock van die vreemde taal, waarbij je je eigen moedertaal onvolledig beheerst, dat maakt ook hè, dat er een bepaalde shock ontstaat. En dat beïnvloedt jouw onderwijscarrière, kun je het zeggen. Dat is één gedeelte waar tegen hij gevochten heeft. Een ander gedeelte is de invloed van het kolonialisme. En het kolonialisme in Suriname, zoals over de hele wereld, dat valt straks op de eerste plaats via de taal. Want via de taal, daar kun je beelden overbrengen. Via de taal breng je de boodschappen over van de kolonisator. Maar de taal heeft in zich het vermogen dat het op het niveau van ons onderbewustzijn beelden overbrengt die je vaak niet op het eerste moment van bewust van ben. Ik geef even een klein voorbeeldje uit de reclamewereld in de jaren 70. Het is een bekender voorbeeld voor mensen die zich daarmee bezighouden. Dat in Amerika op een flinkste manier reclame gemaakt van Coca-Cola. Dus mensen gingen naar de bioscoop toe en in de pauze, en na de pauze, ging men naar de bar en vele mensen kochten cola. Want ja, ze hadden behoefte om Coca-Cola te drinken. Wat achteraf bleek bij onderzoek en bij filmanalyse bleek dat de makers van die film, die hadden tussen de filmbeelden hadden ze het woord Coca-Cola gemonteerd. André Reder, mijn collega schrijver, is filmmaker, dus wellicht kent hij dit voorbeeld wel. Maar het gaat zo snel, als je naar het beeld kijkt, dat je niet eens doorhebt dat het gemonteerd is. En op die manier werd het onderbewustzijn van de bezoekers in de bioscoop beïnvloed. Nou, dit is een voorbeeld uit een andere, aan de domein. Maar zo gaat het ook met taal. Dus taal is niet alleen datgene dat we leren te spreken, maar op het niveau van ons onderbewustzijn worden beelden overgedragen en houdingen over aangeleerd, onbewust. En op een gegeven moment is het een deel geworden van je eigen gedachtenpatroon en zonder dat je het doorhebt. En Koenders was zich erg van bewust van de invloed van het Nederlands, maar hij was zich ook beïnvloed van de kennis van zijn eigen Sarantongo. En vanuit die gedachte streed hij voor, oké, je moet op zoek gaan naar je eigen taal en je moet proberen die taal zo goed als mogelijk te spreken. Dat als de inleiding op het deel van zijn motivering. En ik ga gewoon een stukje voorlezen uit het boek. En ik begin met het vorige gedeelte, intro op Koenders. Hij werkte van 1901 tot 1936 op verschillende stads- en districtscholen.
En Koenders heeft voor het onderwijssysteem en hij vond dat het systeem, heb ik dus al gezegd, dat die kinderen, hij zei het heeft over dat het systeem de kinderen geestelijk vermoordt. En dat het systeem geen kritische kinderen of leerlingen voorbrengt, maar papegaaien. Je wordt niet geleerd om te leren, om analytisch te leren. Je wordt ook niet geleerd om goed te denken, maar je aapt na, zegt Koenders. En hij vond ook dat vanwege de taal en de kolonisatie daarvan, dat er ernstige taal- en cultuurproblemen werden geschapen bij de persoon die toen de tijd als neger doorging, de zwarte man, zwarte vrouw. En waardoor de neger, zegt hij, zijn eigen taal en cultuur verloochent. En André heeft het net aangegeven dat Koenders zich zorgen maakte dat deze mensen, onze mensen, kozen voor klater boven gedegen goud. Want je denkt dat je iets weet en dan ga je ermee pronken, maar blijkt achteraf dat wat je geleerd hebt toch niet van die kwaliteit is. Nu ga ik een stukje voorlezen uit Koenders autobiografie, datgene dat we hebben kunnen vinden. Wie is Koenders? Kleinzoon van grootouders die slaven waren. Mijn moeder in 1859 geboren, is uit de Daans nauwelijks ontsprongen, doch heeft geen school gehad. Ik ben geboren in 1886 en van 1890 tot 1893 op de preschool, dus de vreubelschool, van de Herenders geweest, waar goddank alleen mijn moedertaal, het Nederlands, de zeg had. Dat is voor mij en anderen een zegen geweest. We hebben het Nederlands bewust als vreemde taal geleerd. In 1894 kwam ik op de Biggescore. Dus de Biggescore is de lagere school. De Biggescore voor mij, de neger, deze Biggescore is voor mij, de neger, het begin geweest van de geestelijke moord. In 1914 jaar leeftijd ging ik van school. Op advies van een van mijn onderwijzers kwam ik op de school van de Herenutters. De jongens opleiden voor het toelatingsexamen door de gouvernementsstaatsnormaalschool. Toen de enige inrichting tot opleiding van onderwijzers tot de derde en de vierde rang. Na 3 jaar, op mijn 17e jaar, werd mij de akte van bekwaamheid uitgereikt als onderwijzer van de vierde rang. Dat zijn allemaal lesbevoegdheden die er vandaag niet meer bestaan in Suriname, maar toen de tijd wel gehouden. Eerste rang, vierde rang, dan kom je op zonder de eerste rang, dat je hoofdakte voor de mensen onder ons, die misschien het systeem nog wel kennen. Een maand na de akte stond ik als zelfstandig onderwijzer voor een aanvangsklas. Met mijn bekwaamheid, een hoofd vol woorden, half of helemaal niet begrepen, een methodiek, leergang, associatie enzovoort. Daarbij praktijk afgekeken en trouw nagevolgd. Wat was nu de situatie? Een geestelijk halfgemeente die geestelijke leiding moet geven, waar onderwijzers bekwaam gemaakt met van aard gezet vreemde leerstof, toegediende vaak prematuur in de vreemde taal, geroepen anderen de geestelijke mishandeling te geven die zijn deel is geweest, onbewust van de onderbewuste strijd tussen natuur en leer, het eigen en het vreemde, de eigen taal, cultuur en de Europese. Op 32-jarige leeftijd werd ik hoofd van een eenmansschool in het district, in tegenstelling met tot dan toe in minderheid bevolkt met Aziatische kinderen, twee verschillende rassen, die enkel hun brutaal voor mij totaal vreemd kenden. Na 10 jaar kwam ik op een stadsschool met in meerderheid 9 kinderen die bekend waren met Surinaams-Nederlands in de loop der jaren ontstaan, maar dat alleen op school gebruikt werd in de omgang met de onderwijzer en medeleerling. Na mijn weggaan uit de school, in 36, heb ik mijn proeven niet gestaakt. En wat ik van schoolkinderen las en hoorde, leerde mij dat de veranderde tijden hier geen veranderingen hadden gebracht. Het is daarom dat ik in de voetenboei altijd weer te velden ben getrokken tegen een verderfelijk onderwijssysteem. Dat de mensen toebrengt elk geloof in zichzelf, dat is een zelfrespect, overboord te gooien. Wie mij wil nadoen met de stiekem van de waarheid wel moeten erkennen van onze Odo, Taki Bakra, Nangak Verstaan Bakra, naartoe. De Bakra, dus de taal, het Nederlands, praten en het verstaan, zijn twee verschillende zaken. Dus dat is dus wat Koenders zegt ten aanzien van het onderwijs, maar Koenders was meer dan iemand die zich inzette voor het onderwijs en voor de senang. Ja, hij vond dat om vriendentaal te leren moet je in essentie vanuit je eigen moedertaal leren. En je eigen moedertaal ook goed kennen. Dat is één gedachte. De tweede gedachte van Koenders was vechten voor de emancipatie van de zwarte man en de zwarte vrouw.
Dat gaat hij later doen via de voetenboy. Maar een belangrijke activiteit die hij deed samen met de vrouw van Pohama en Roy Wijs gaat later op verder ingaan, is het organiseren. Tussen 1944 en 1950 wordt er elk jaar rondom Maaspassie viering. Dus tussen 30 juni tot naar 1, 2 en 3 juli toe, soms 4 juli toe. En dat kun je zien aan de hand van kranten die we hebben gevonden in diverse kranten. Werd in Thalia de zogenaamde Serenity georganiseerd. Waarbij voorop stond de zwaartecultuur van de Afro-Surinaamse mens in Suriname in die dagen dat Koenders leefde. En ja, hij gebruikte daarvoor weer zijn vehikel, en dat was niet de Nederlandse taal, maar het Rarotonga, kwam niet anders. Waar de midden van de taal, dus muziek in Senang, liederen in Senang, odes aangeleerd, toneelstukken in Senang. Alles stond in het teken van de Surinaamse taal, om die taal te leren. En niet precies die taal te leren alleen en te spreken, maar door middel van de culturele gebruiken dat met elkaar te delen. Waardoor er twee dingen gebeurden. A, de affiniteit met de taal die nam toe. De spreekvaardigheid, de communicatievaardigheid met de taal, die werd steeds groter. En tegelijkertijd werden dus belangrijke, zeg maar, houdingen ten aanzien van de Rarotonga. Belangrijke dingen die belangrijk zijn, werden overgedragen aan elkaar. En waardoor de positie en het zelfbeeld van de Afro-Surinaamse mens aangesterkt werd. En op die manier probeerde Koenders zijn idealen en zijn waarden te delen over zelfbeeld, over positief zelfbeeld, over eigen waarde, over opkomen voor jezelf en opkomen voor jouw gemeenschap als groep. En via die route te werken aan de emancipatie van de Surinaamse mens in het algemeen. Dus in het bijzonder vanuit de zwarte man, uitstrekkend en afstralend naar andere groepen in de samenleving om te werken aan een beter en een groter Suriname. Dat is zover mijn inleiding. En ik geef een stukje over of een stukje door aan Roy. Ja, dankjewel Jules. Ik zal proberen ook inderdaad dieper in te gaan op een aantal zaken die Jules genoemd heeft. Ik zal proberen ook u aan te kijken, maar af en toe zal ik kijken op aantekeningen die ik hier heb gemaakt. Toen wij deze webinar het initiatief toenamen met de beweging Zwarte Vooruitgang, hebben we daar lang over nagedacht van God, we hebben het over reflectie, maar waarover precies? Over gedachtegoed van Papa Koenders. We hebben het ook gekeken van God, Papa Koenders was niet alleen. We hebben op een gegeven moment gezegd, het is belangrijk om te kijken naar de rol van de vrouw van Pohama daarin. Omdat het toch vaak gebeurt dat de rol van vrouwelijke strijdsters ondergesneeuwd wordt, om soms zelfs uitgewist. We hebben ook gekeken naar, ja, maar hoe past het gedachtegoed van Papa Koenders nou in het Afro-Srentisch gedachtegoed, wat hier in ten dagen een belangrijke plaats inneemt. Onder zwarte mensen in de wereld die bezig zijn om te strijden voor beter leven en voor bevrijding. Een van de belangrijke dingen die Papa Koenders gedaan heeft, ik ga even iets van hem citeren, dat is namelijk dat hij ook de existentie, het bestaan van de zwarte mensen heeft op de agenda heeft geplaatst en het belang daarvan om daarvoor te strijden. Hij heeft ook een opmerking gemaakt van eigenlijk negers die ze uit Afrika hebben gebracht als kakkelakken in een kippenbek om van het dichte oerwoud het mooie Suriname te maken. Daarover hebben we natuurlijk een reflectie gepleegd en nagedacht van God, wat is het belang van deze opmerking? Met deze opmerking wijst hij erop dat voorouders van de Afro-Surinamers niet behandeld zijn als mensen, als behorend tot de mensensoort. Hiermee stelt hij een wezenlijke kwestie aan de orde. Hij raakt namelijk ook fundamentele maatschappelijke levensvragen van Afro-Surinamers als het gaat om de existentie. Als je kijkt naar het gedachtegoed van andere zwarte denkers, het brengt ons verder in ons afvragen de vraag wat deze constatering van Koenders betekent. Als je kijkt naar Fanon die zegt, wat is de koloniale overheersing eigenlijk? Wat is racisme?
Het dwingt een bepaalde categorie mensen, dus zwarte mensen in dit geval, iedere dag in realiteit zich af te vragen, niet alleen wie ben ik, maar ook wat ben ik? En het moment dat je jezelf deze vraag stelt of moet stellen, wordt het ontwikkelen van een voorstelling, een positieve voorstelling van jezelf als mens, wat problematisch. Het wordt ook een soort vervreemding. Dus kortom, Fanon en daarvoor ook Koenders tegelijkertijd stelt de kwestie aan de orde van je existentie. Wat het betekent een probleem te zijn. Je bent letterlijk in essentie de betekenis van het van probleem. Je moet dan het fundamentele verschil begrijpen tussen mensen hebben een probleem en mensen zijn een probleem. En dat ben je dan. Want als je een probleem bent, hoe kan je jouw recht tot bestaan rechtvaardigen? Denk maar aan George Floyd. De vraag wie je bent, wordt de kwestie van jouw recht om te bestaan een existentiële kwestie. Dat is nog steeds een actuele kwestie die Koenders toen aan de orde gesteld heeft met zijn uitspraak en met zijn activiteiten. De actualiteit van zwartheid en existentie. De kwestie van zwart en existentie houdt hedendaags over de hele wereld miljoenen activisten, zwarte mensen en zwarte denkers bezig. Daarmee laat Koenders ook, kan je ook zien dat Koenders zijn gedachten nu nog actueel zijn. Andere kwestie die Koenders ook duidelijk aan de orde heeft gesteld met de vrouw van Pihama is de kwestie van economische bewustwording, economische opvoeding, economische voorziening, economische vooruitgang. Ze hechten groot belang, Koenders en de vrouw van Pihama, aan de sterke sociaal-economische positie van de Afro-Surinaamse bevolkingsgroep. Ze zagen dat daar nog veel in te winnen was. Ze hebben ook daarom bijgedragen met bewustzijnswerk, sociale opvoedingswerk, onder jeugdigen verricht en een voorziening opgezet om te sparen. Daarom heeft Koenders ook Pohama opgesteld. Het doel van Pohama was gericht op doelbewuste opvoeding van de jeugd als zelfstandige, let wel zelfstandige, zelfbewuste mannen en vrouwen met de economische opvoeding als een der belangrijkste doeleinden. Om aan dit doel te werken heeft Pohama een dochterorganisatie opgezet, Praktama. Dat staat voor Praxeri Tamara. Praktama was een spaarvereniging waar kinderen konden sparen. En waar kinderen ook leren het belang van zeg maar, economische vooruitgang. Dat geeft ook aan dat Koenders en de vrouw van het programma zich bewust waren van het belang van economische vooruitgang. Het belang van zeg maar, economische opvoeding. Andere kwestie die wat belangrijk is ook als je kijkt naar waar Koenders zich sterk voor maakt, is natuurlijk de kwestie van zelfbewustzijn en respect, zelfrespect. Stond hoog in het vaandel bij het programma en Koenders. Een kerndoel van de voetenboy was de Afrikaanse Surinamer bewust te maken van zijn eigen culturele identiteit. Dat zien we al in de opdracht van de voetenboy. Wat belangrijk is dat Koenders zag een relatie tussen bewustzijn van de eigen culturele identiteit en zelfrespect. Bewustzijn van de eigen culturele identiteit vergroot het zelfrespect in deze opvatting. Het gaat om de nieuwe mens. Daarnaast was Koenders ook iemand die ook bewust was van het historische karakter van bewustzijn. Hij zei ook, de neger moest niet vergeten waar hij vandaan kwam. Belangrijke uitspraak van hem was, de offers gebracht door de voorouders mochten nimmer vergeten worden. De kennis van de eigen geschiedenis is belangrijk voor de ontwikkeling van individu, groep en land. In deze opvatting wordt de identiteit van de tussenaanstekende neger gevormd vanaf het moment van de slavernij. Dat gaat niet zomaar. Koenders was een groot voorstander van wat ze tegenwoordig agency noemen. Dat je zelf met je eigen activiteit in staat bent om verandering in situatie te brengen. Hij stelde de kwestie van de ontwikkeling van de Afrikaans-Surinaamse groep aan de orde. Dat doet hij door en daarin voorop te gaan met voetenboy. Hij stelde ook dat iedereen die zich inzet voor de ontwikkeling van de groep het land een voetenboy is. Daarmee geeft hij ook aan van de mogelijkheid om met eigen agency voor de groep vooruit te komen. Nu is de vraag, past Koenders in afrocentrisch denken? We hebben die vraag iets anders geformuleerd. We hebben gezegd, nou, laten we kijken of Koenders met zijn gedachtegoed, of hij gedachtegoed deelt met de meest vooraanstaande denkers van het afrocentrische denken op dit moment. Dat is een meer open vraag, ook een meer onderzoekende vraag. We hebben gekeken naar overeenkomsten van het denken van Koenders met de huidige denkers als Maulana Karenga en Molefe Keti Asante. En dan zie je een opvallende overeenkomst in zeg maar, gedachtegoed. Kort gezegd, strijden tegen zwarte onderdrukking is bij Karenga een hoofdkwestie en kerninzet. Ook Koenders en Pohama strijden tegen de anti-zwarte onderdrukking. In hun strijd, richting en strategie zijn natuurlijk verschillen gezien, maar ook overeenkomsten.
Overeenkomst zijn de waardering en de inzet van de eigen cultuur voor mentale bevrijding. Beide groepen emancipatoren besteden ze veel aandacht en inzet voor de mentale bevrijding van hun zwarte groepsgenoten. Maar ook de kwestie van Afrikaanse culturele hulpbronnen. Asante pleit net als Karenga voor Afrikaanse culturele hulpbronnen tegen anti-zwarte onderdrukking. Bij Koenders en Pohama zien we ook een waarderend spreken over culturele uitingen van met Afrikaanse oorsprong, opkomen voor de eigen cultuur. Zo houdt Koenders een pleidooi voor het spelen en verbeteren van het spelen van de Kawina, zodat deze niet verloren gaat, maar juist vooruit gaat. Daar heeft Koenders ook hele mooie dingen over gezegd. Dus je ziet een andere belangrijke overeenkomst is de kwestie van de eigen taal. Asante noemt het en bepleit de bevrijdende kracht van het spreken en schrijven in Afrikaanse talen. We zien bij Koenders en Pohama soortgelijke opvattingen, positie en inzet voor het Sranantonga. We zien dus overeenkomst in het opkomen voor het gebruik, de trots van de eigen taal en benoemen van de functie van voertuig van die taal als mentale bevrijding. Dus je ziet overeenkomsten ook met de huidige Afrocentrische denkers van Koenders en vrouw van Pohama. Nu het hebben over de vrouw van Pohama, is het van belang om toch, dat was een van de reflectievragen van de focus op de rol van de vrouwen in het werk en denkwerk van Koenders. Kort samengevat, Koenders is een samenwerking aangegaan met de vrouw van Pohama, waarbij de vrouwen ook duidelijk een dragende rol hebben gehad. Jaarlang samenwerken in Pohama, kernwerkzaamheden behoren het uitgeven en distribueren van het blad Voet de Boy. De redactie werd gevoerd door Koenders en mevrouw Nora Gunning-Baren. Zij stelde maandelijk de Voet de Boy samen met Koenders. Volgens Tine Gunning, de dochter van mevrouw Nora Gunning-Baren, ging het zo. Elke week kwam hij, Koenders, bij ons, hij dicteerde haar de kopij voor. Mevrouw Gunning-Baren maakte het manuscript voor de krant en bracht het naar de drukker. Koenders bracht volgens geïnterviewde geen kopij mee. Hij zat wel, ik citeer, hij zat wel tegenover mijn moeder en alles kwam, dacht ik, uit zijn hoofd. Randy Kersenhout Gunning. Mevrouw Gunning-Baren zou voor deze taak zijn gekozen omdat zij Steno had gestudeerd. Pohama had ook een bibliotheek, werd gecoördineerd door Amalia Monkow. De initiatiefnemers van Pohama hebben ook Praktama opgericht, wat ik eerder heb gezegd. Pohama organiseert ook regelmatig recreatieve activiteiten zoals uitstapjes. Mevrouw Weidenbos had de coördinerende rol bij het organiseren van deze activiteiten. Op een gegeven moment zijn we ook gestimuleerd door de CISA's van Bewegingsstaten Vooruitgang, achter het Runsen in het bijzonder, zijn we gaan nadenken van wat valt op te maken over de rol van de vrouwen. We zijn in de interviews weer gaan lezen en gaandeweg groeide een bewust gevoel dat wij de rol van de vrouwen nader moesten bekijken om attent te zijn of we over dingen heen kijken. Dat betekende voor ons dat we tools of andere gezegd hulpbronnen moeten hebben om een cultuur van bewustzijn te creëren. We stelden ons de vraag wat de bril was waarmee we hebben gekeken naar de rol van de vrouw in het programma. Was deze bril toereikend voor het zien, begrijpen en kunnen ontdekken, analyseren en ook waarderend onderzoeken van hun rol? En gesprekken met de leiding van Bewegingsstaten Vooruitgang hebben dit proces gestimuleerd en zo verder gebracht. De vrouwen waren actieve deelnemers, ja, dragers van het programma. Zo valt op te maken uit de interviews. Daar komt het beeld naar voren van vrouwen als organisator. Is het zo dat organisatorische posities in het werk van het programma werden gegenderd als vrouwelijk? Het vraagt ook om reflectie van onszelf. Rondlezend en reflecterend proberen we verder te kijken dan we hadden gedaan. Dat bracht ons tot een aantal reflecties. De ideeën van de vrouwen van het programma als vrouw, zijn zij zichtbaar in het verhaal gekomen? Of waren ze onzichtbaar? Hoe kunnen wij deze praktijk van Koenders en de vrouwen anders bevragen, zodat de inhoudelijke bijdrage, de denkende bijdrage van de vrouwen zichtbaar konden worden? Was er een bepaalde constellatie van taken en toegeschreven rollen waarin de vrouwen de rol kregen van organisatorische uitvoerder? Of waren sommige vrouwen ook organisator van het denkwerk, de zakenredactie, zonder dat dit benoemd of benoembaar is geworden? Waren de ideeën van de boy alleen de ideeën van Koenders? Als zij toevallig betrokken zijn geworden in het sociaal-politieke werk van Pohama op een hele concrete, taakgerichte, administratieve of organisatorische manier, betekent dit dat hun vermogen om te denken onbewust wordt betwijfeld of onzichtbaar blijft of moet blijven? Als het onzichtbaar blijft, wat betekent het dan? Wat betekent het dat voor het waarderend onderzoeken van de rol van vrouwen? Onze reflectie. We moeten nationale en transnationale gesprekken aangaan over het genderkarakter van onze strijd in de zwarte gemeenschap. Het gaat om strijd over de rol van vrouwen, niet strijd tussen mannen en vrouwen.
Het gaat om conversatie en strijd over de erkenning van de rol van gender. Mannen en vrouwen kunnen zich aan beide zijden van deze strijd positioneren. Nu kijken we ernaar door onze bril van vandaag de dag. Misschien waren de brillen toen voor genderbewustzijn niet beschikbaar, waar we nu over beschikken. We konden dus niet ons voordeel trekken van de geschiedenis van sociale bewegingen rondom gender zoals we dat vandaag kunnen. Dus dat zijn de reflecties die het nadenken over de rol van de vrouw in het programma ons hebben opgeleverd. Ik hoop dat we daar ook verder mee komen als zeg maar deelnemers aan de zwarte beweging. Nu komen we heel kort bij de hoofdvraag van de reflectie. Is Koenders gedachtegoed wel nog relevant voor die Afro-Surinamers van de 21ste eeuw? Of is het outdated? Heeft het geen zin meer? Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het nog steeds relevant is. En wat is relevant? Relevant betekent eigenlijk dat je ergens iets zin aan kan geven. Zin aan kan geven en dat het daarom ook praktisch is en ook van belang wordt. Als je het op een rijtje zet, dan is het eigenlijk indrukwekkend bijna als je kijkt waarom het relevant is. Bijdrage aan de cultuur, politieke geschiedenis van Suriname. Hij levert met zijn gedachtegoed vanuit de insteek van aandacht voor de stemmen van bevrijding een belangrijke bijdrage aan de cultuur en de cultuurpolitieke geschiedenis van Suriname. Bijdrage aan de taalstrijd en de strijd voor erkenning van de taal en cultuur van het Sranantonga. Koenders en de vrouwen van Pohama hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de strijd voor erkenning van de taal en cultuur van het Sranantonga. Bijdrage, ideeëngeschiedenis van Suriname en het Caribisch gebied. Koenders en de vrouwen hebben met hun werk ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de ideeëngeschiedenis van Suriname en breder van het Caribisch gebied. Stemmen van bevrijding. Koenders en de vrouwen van Pohama hebben ons laten kennismaken met stemmen van bevrijding. Koenders verhaal van koloniale overheersing, verzet en bevrijding. Ze hebben met hun verhaal over het systeem van koloniale overheersing en de gevolgen ervan voor waarde en betekenis van het Sranantonga, de eigenwaarde van de zwarte mens en de gekoloniseerde mens in het algemeen, hebben ze een belangrijke bijdrage geleverd. Er waren natuurlijk ervaringen, gevoelens en gedachten die leefden toen ook in de tijd van Koenders. Maar hij heeft samen met de vrouw van Pohama het denken hierover naar een nieuwe hoogte gebracht. Hij heeft ons geholpen en nog steeds om de vrijheid te veroveren om de eigen taal te gebruiken. Deze vrijheid is gebruikt en wordt gebruikt, zo hebben we geleerd uit de verhalen van de mensen die we hebben geïnterviewd, om nieuwe betekenis te geven en het doel te geven aan hun eigen leven, aan ons leven. Een belangrijk ding ook is dat Koenders en de vrouw van Pohama hebben ons geleerd en laten zien dat het mogelijk is om jezelf als persoon, maar als groep, als volk, opnieuw uit te vinden. Reinvention. Koenders heeft het laten zien dat het mogelijk is. Maar hoe dan denk je? Ja, het kan wel. Ook de vrouwen van Pohama en Koenders hebben het ook laten zien dat het kan, door wat ze hebben gedaan. Met hun gedachte van verzet tegen koloniale overheersing. Met hun praktijk van verzet. Ze hebben ons een verzetgedachten en verzetspraktijk nagelaten, waarmee we onszelf als volk, ons zelf zijn, onze identiteit opnieuw kunnen uitvinden. Blijven uitvinden. Dat geldt zowel als Afro-Surinaamse groep als voor het gehele volk van Suriname. Wat ook belangrijk is, is dat ze hebben ons hun toegang gegeven tot wat ik noem de verzet mindset. Wat voor mindset hebben mensen die in verzet gaan? Koenders heeft ons het verhaal van zijn eigen bewust worden verteld. Jullie daarvoor al daar kort over gesproken. Daarmee heeft hij ons toegang gegeven tot gedachtenwereld en mindset van mannen en vrouwen die zich inzetten tegen onderdrukkende maatschappelijke systemen van kolonialiteit. Dit verschaft ons waardevolle inzichten, deze verzetsmindset, waarvan we ook nu te leren valt door sociale bewegingen en hun participanten. Ander ding, emancipatorisch praktijkonderzoek. Koenders was een praktijkonderzoeker, avant la lettre. Hij heeft, zoals te lezen, onderzoek gedaan over de praktijk in het onderwijs ook na zijn pensionering. Dit onderzoek is gedaan vanuit de maatschappijkritische emancipatorische benadering. Bijzonder hierin is dat hij daarbij leerlingen heeft gesproken en zo betrokken in zijn praktijkonderzoek. Ook van te leren. Bewustwording en heling. Koenders gedachtegoed en dat van de vrouwenprogramma en werk kunnen bijdragen aan wat we kunnen noemen helende bewustwording van de Afro-Surinaamse mens, nazaten van tot slaafgemaakte. En de Surinaamse mens in het algemeen. Het gaat om de psychologie van bevrijding. Denk ook aan het werk en leven van Frans Fanon. Denk ook aan de bevrijdingspsychologie
in Latijns-Amerika. Maar Koenders heeft het gedaan voor Suriname en mogelijk ook kunnen, ben ik van overtuigd, anderen van buiten van Suriname hiervan leren. En dat is op zichzelf een belangrijke bijdrage, ook die nu actueel is en ook niet alleen actueel, maar ook noodzakelijk is. Nog afsluitend, we hebben gesproken met jongeren in Suriname over wat Koenders en gedachtegoed betekent voor hun. Allemaal zeiden ze, het waren er niet zoveel, maar dat ze Koenders gedachtegoed van belang vinden voor de Nederlandse samenleving. Nederland kan leren van Koenders. Bijvoorbeeld, bepaalde culturen accepteren, ik citeer nu, vooral die van de Surinaams-Afrikaanse kinderen. Inspiratie, citaat, ik ben blij dat ik met Koenders in aanraking ben gekomen. Het is wel inspirerend om er meer over te weten. Wat geeft het je? Dat je eigenlijk trots moet zijn op je identiteit, dat je niet hoeft te veranderen. Het maakt niet uit waar, op school of in de baan, dat je het eigene behoudt. Slavernijverleden, hebben ze ook opgeleverd dat zij daar andere gedachten over hebben gekregen, die, zeg maar, die hun ook hebben, verder hebben gebracht. Wat ze ook noemen, anders in het leven staan. Een van de geïnterviewde die zegt, is dat ik gewoon vertuigd dat Koenders en zijn ideeën heel veel voor jongeren die geboren en getogen zijn in Nederland zouden kunnen betekenen. Jongeren zouden volgens haar heel anders in het leven staan als ze Koenders ideeën zouden kennen. Als ze zouden weten waar hij voor stond. Koenders staat voor respect en structuur. Sowieso zit er veel structuur in de Surinaamse cultuur, zegt ze. Ik denk vanuit Tata Koenders wat hij wilde. Hij wilde de toekomst verbeteren. Koenders was eye-opener. Koenders gedachten zijn ook een eye-opener. Koenders is, zegt ze, Koenders is voor mij het bewustzijn van je eigen identiteit, van je eigen cultuur. Het leren kennen van mijn identiteit en het overbrengen op anderen die dezelfde cultuur hebben. Dat je wel je eigen ik moet hebben en moet bewaken. Ze zegt dan ook, een andere zegt ook, maar Koenders is ondergewaardeerd. Ik vind dat Koenders ondergewaardeerd is en dat hij veel heeft gedaan voor onze gemeenschap. Maar hij is niet heel groot geworden. Terwijl datgene wat hij wilde doen, wat hij wilde bereiken, wel groot is voor ons. Dat vind ik jammer dat we als zwarte gemeenschap hem niet de erkenning geven voor hetgeen hij voor ons heeft gedaan en voor ons wilde doen. Wat hij gedaan heeft, vind ik mooi. Dat we er toch mee bezig zijn en ermee doorgaan, dat vind ik mooi. Koenders als verrijking is een verrijking. En wat zegt degene, de jongere? Koenders is een verrijking, hij is vrij. Koenders is een verrijking voor de Surinaamse cultuur vanwege het overbrengen van onze cultuur de taal. Hij is een verrijking, hij is vrij. Hij heeft het lef gehad om in opstand te komen als het ware. In opstand te komen tegen alles wat er in Suriname speelde en wat eigenlijk niet bij onze cultuur hoorde. Hij was niet bang om te zeggen wat hij wilde zeggen. Hij was echt een strijder. Hij liet zich niet uit het veld staan. Daarmee wil ik eindigen. Ik denk dat iemand zijn mic nog aan is. Ik wil de sprekers André Rieder, Jules Reijsen en Roy Weitz heel, heel hartelijk dank zeggen. De informatie die u met ons heeft gedeeld biedt voldoende stof tot nadenken. Ik zie nog niet zoveel vragen in de chat of opmerkingen, maar ik draag nu het stokje over aan Eline Graanoos. Zij leidt de dialoogronde. Eline, AUB. Ja, dank je wel. Pardon, Astrid, dank je wel, Jules, André en Roy, voor een bijzondere, interessante inleiding die vanuit verschillende optieken gepresenteerd is geworden. En ik denk dus dat de mensen die, zeker de mensen die boven de 65 jaar zijn, zich de inleiding van de heer André Rieder levendig kunnen voorstellen. Waarbij hij dus die schets gegeven heeft van de koloniale context. Ik denk dat wij als zwarten dat allemaal boven de 65 zeker, en daar ben ik ook één van, hebben wij dat ook eigenlijk zo'n beetje aan de lijve ondervonden. We hebben dat ook allemaal meegemaakt, we hebben dat ervaren ook. He, die koloniale context, het onderwijssysteem waarin we zijn opgegroeid. Ik zelf ben met Ot en Sien opgegroeid, omdat ik nota bene in Wageningen woonde. En dat was echt een Hollandse witte kolonie die alles vanuit Nederland kreeg. Dus dat is een heel mooi, mooie intro voor deze inleiding. En ook Jules, hartelijk bedankt voor de wijze waarop je Koenders hebt neergezet, zijn identiteit hebt aangegeven en de invloed die hij heeft gehad op het
op het koloniaal verleden en in principe ook nu nog heeft. En waarbij dus de nadruk is gelegd natuurlijk op zijn strijd voor de Surinaamse taal, Franantongo. En natuurlijk de heer Roy Wijks, heel interessante opmerkingen, hele interessante inleiding. Wat mij vooral ook pakte was natuurlijk als vrouw, als voorzitter van de Nationale Vrouwenbeweging, ben ik ook in het boek gaan kijken naar wat is de rol en de positie van de vrouw geweest in die koloniale tijd en wat is de rol van hun geweest in het totale gebeuren met de heer met Tata Koenders. Heel interessant. Ik zie jammer genoeg nog niet echt heel veel vragen, maar ik neem aan dat die nog zullen komen. Mensen, voelt u zich vrij om uw vragen in de chat aan te geven. En natuurlijk wil ik dat boek heel, heel, heel erg aanbevelen. Ik denk dat Astrid dat ook gelezen heeft. Het was voor mij eigenlijk een eye-opener, een beetje mind-blowing boek. En van, je staat er eigenlijk niet bij stil hoeveel pioniers en hoeveel denkers en hoeveel bevrijders we in het verleden hebben gehad die in principe niet op de voorgrond, niet naar voren worden gebracht. En dat is, vinden we eigenlijk heel erg jammer. Goed, er zijn nog niet echt, er zijn twee vragen. Die vragen, ik zie een vraag hier. Ik wilde graag één opmerking maken. Wat Henny de Siel gedaan heeft voor Papa Koenders. Dat is een vraag van Sherida. Sherida de Siel. Ja, klopt. Ik hoop dat ik, ik heb mijn mute. Je wilde weten wat Henny de Siel gedaan heeft voor Papa Koenders. Ik weet dus dat Henny de Siel ook een van de geïnterviewden is. Die wat gezegd heeft over Papa Koenders. En daar wil jij iets meer van weten. Aan wie kan ik die vraag stellen? Zelf even opmerking maken. Hoort u mij allen? Ja, we horen u. Oké. Nee, ik ben zelf een nichtje van Henny de Siel. En ik heb met blijdschap dit boek en met bewondering dit boek over Papa Koenders van de drie strijders, de drie schrijvers, mogen lezen. Ik ben heel blij ook met dit boek. Echt complimenten daarvoor. Echt, het is bijna ook, behoort het ook tot de kanon van de Surinaamse literatuur, maar dat is weer een andere discussie. Maar omdat ik zelf een nichtje ben van Henny de Siel, heb ik ook mijn eigen oom bestudeerd. En eigenlijk voordat dit boek uitkwam, wist ik natuurlijk dat er een relatie is tussen Papa Koenders en Henny de Siel. Omdat Papa Koenders eigenlijk de leraar, de teacher is geweest ook van Henny de Siel. Ik heb er zelf een stuk over geschreven. Maar dat is nu niet ter zake. Misschien mag ik dat een andere keer in een van jullie webinars komen uitleggen. Maar het enige wat ik vandaag wilde opmerken is dat het sterftejaar van Papa Koenders, 1957, het geboortejaar werd van Trotje, de gedichtenbundel van Henny de Siel. En dat komt omdat Trefossa zijn gedichtenbundel Trotje heeft opgedragen aan Papa Koenders. En dat vond ik even leuk om vandaag te vermelden. Deze link, de liefde die hij heeft gehad voor Papa Koenders als leraar. Maar er is dus wel degelijk een hele bijzondere relatie geweest tussen die twee. Dat wilde ik even doorgeven. En het staat ook in de gedichtenbundel Trotje. Dat wilde ik even doorgeven. Heel hartelijk bedankt. Wil iemand op deze opmerking ingaan? Hoort u mij? Hallo? Ik hoor u wel. Ja. Jules, wil jij daarop ingaan? Uiteraard. Ja, dank u wel, Sherida, voor je opmerking en voor je bijdrage hieraan. Ja, ik denk... we moeten, waar kan steeds die link
ook proberen te leggen tussen Henny de Ciel en Papa Koenders. In de Footboys. In de jaargang van de Boys. Ik heb nu even niet paraat hoor. Wel het nummer. Ik denk in het boek hebben we waarschijnlijk ook gedicht van opgenomen. Er zijn een paar gedichten van Henny de Ciel ook gepubliceerd in de Footboy. Voor het eerst dan daar toe gepubliceerd in de Footboy. En waardoor op die manier ook meer mensen in het werk van Henny de Ciel en Trefosa, van Henny de Ciel en Papa Koenders meer bekendheid kregen. Want als je de Footboy las en er was in dat betreffende nummer het gedicht opgenomen van Henny de Ciel, waardoor ook op die manier het werk van Henny de Ciel ook verspreid werd. En dat is zo. En dat ik zoals eerder gezegd heeft hij Trootje. Heeft hij opgedragen aan Papa Koenders. En dat hebben we ook vermeld in ons boek over Koenders. Jammer genoeg, moet ik zeggen, denken we bijna niet meer aan de CEO, tenminste. Wij, ik zeg, ik denk wel aan hem, want ik, in die zin van, ik doe nog even met zijn gedichten, maar als we praten over poëzie, sonate poëzie, dan hoor je bijna de stem van de CEO niet meer. En het is een van de meest, verfijnde dichters onder ons. En die op een hele mooie manier diepe gedachten en symboliek kon vertalen. En ik hoop dat, Suriname meer gaat doen met de poëzie van Henny de Ciel. Oké, dankjewel, Sjoen. Nog iemand, nog een van de andere schrijvers die hierop wil inhaken? Dan ga ik verder met de opmerkingen of de vragen. Er is een vraag van meneer Grot en die wil eigenlijk ingaan op de relevantie van Papa Koenders, Tata Koenders, van zijn nalatenschap voor de huidige ontwikkelingen met de inrichting van het onderwijs. Hoe verklaren de schrijvers het feit? Even hoor, het gaat hier eventjes mis. Hoe verklaren de... Even hoor, het gaat bij mij eventjes mis. Ik lees dat even voor je voor. Hoe verklaren de... het feit dat de Surinamers na afronding van het studie zo weinig lezen? Ja, het is niet eens eigenlijk na afronding van de studie. In het algemeen, we kunnen natuurlijk de vraag stellen, lezen wij voldoende? Dan is dat eigenlijk een algemene vraag en niet zozeer dat je na de studie... Want ook tijdens de studie, dat merken wij als docenten op een hoger niveau, dat studenten heel weinig lezen. Dus de vraag van de heer Grot is op de opmerking, wat is de relevantie van zijn nalatenschap op de huidige ontwikkelingen in het onderwijs? Aan wie mag ik deze vraag stellen? Ik zou misschien een opmerking willen maken. Misschien komen we... Vooral uit een orale cultuur. Kijk, ik heb geen onderzoek gedaan of wetenschappelijk onderzoek waarop ik deze uitspraken baseer. Maar het is gewoon om mijn levenservaring en kennis die ik heb van onze gemeenschap. Een orale cultuur. Ik denk dat dat misschien een rol speelt. Maar ja, in de moderne tijd met alle Facebook en je iPhone en dat soort dingen. Het is een visuele cultuur. Ik merk het trouwens ook aan mezelf, ik ben 68, dat ik vroeger veel meer las, maar mijn informatie haal ik nu van mijn computer, mijn iPhone, die korte nieuwsberichten om op de hoogte te blijven. En, dus daar zou ik het aan, ik denk dat ik deze twee dingen wil ik noemen die misschien een rol zouden kunnen spelen. Zou het misschien niet goed zijn dat er hier naar ook een onderzoek gedaan wordt van lezen de Surinamers in voldoende mate? En indien dat niet het geval is, waarom is dat zo? Ja, want we zien dus dat we maar nog steeds één bibliotheek hebben, CCS. Diverse scholen hebben intussen wel bibliotheken, maar... Het bibliotheekwezen is niet een sector die heel erg bloeit. En we zien juist ook dus dat boekhandels sluiten in plaats van dat er meer boekhandels erbij komen. Dus ik denk dat dit wel een onderzoekje waard
moet zijn. Misschien moeten wij als beweging ook zeker onder de Afro-Surinamers nagaan. De mate van leesbereidheid onder de Afro-Surinamers, interessant denk ik, om dat te weten. Dus ja, er is voldoende stof om over na te denken. Dan is er nog een vraagje, een opmerking. Dus tijdens de presentatie heeft een van de sprekers het gehad over Afrikaanse talen. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat wordt bedoeld met Afrikaanse talen? De sprekende Afrikaanse talen in Suriname of de Afrikaanse talen vanuit hun origine? Ik dacht dat Roy daarover gesproken had. Klopt dat? Ja, maar mijn opmerking had meer te maken met een opmerking of opmerkingen van Afrocentrische voorlieden, waaronder Mola Karenga. Ja, dat ook Afrikaans is, ja. Dat sloeg op inderdaad talen in Afrika zelf. Dat sloeg niet op Suriname. Oké. Dan is er Orsine Walden. Of jullie dit boek gepromoot hebben als lesmateriaal voor de Surinaamse scholen? Hebben jullie dat ook al aangeboden op scholen? Roy? Roy? Ja, ik kan het volgende over zeggen. We hebben dit boek aangeboden aan de minister van Onderwijs, Marie Levens. En we hebben daar ook gesprek over gehad. Het gesprek heeft ertoe geleid dat een afspraak is tot stand gekomen dat een aantal kundersboeken, 100 kundersboeken, ter beschikking zullen worden gesteld van, van leerlingen, studenten in het voortgezet onderwijs in Suriname. Op dit moment zijn we daar bezig mee om dat voor elkaar te krijgen. Oké, en u denkt dat het gaat lukken? Het gaat zeker lukken. Ik zeg het op basis van het feit dat al heel snel direct we tot zaken zijn gekomen, om het even zo te zeggen. We hebben gesproken met onze uitgever. We zijn in contact met het ministerie van Onderwijs. Dus het gaat zeker lukken. En het boek is nog beschikbaar, verkrijgbaar in onze, in onze boekhandels? Dat weet ik niet. Dan moet u bij de boekhandel zijn. Oh, oké. Maar het is goed, want het boek moet gepromoot worden natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nee, goed dat u het zegt. Goed dat u het zegt. We zullen inderdaad daar achteraan gaan om te kijken hoe dat nu zit. Ja, ja, dat zou, ja, dat zou eigenlijk heel erg fijn zijn. Ja, neem het over, ja. Ja, mag ik wat erover zeggen? Ik was in Paramaribo niet zo lang geleden. En ik heb het boek wel gezien bij Ready Text aan de Maagdenstraat, Dominiestraat, Ready Text Arts, waar je kunstwerk kunt kopen op de hoek. En daar heb ik het boek wel gezien. Ik weet dat Vaco is gesloten, maar Ready Text heeft het boek wel. Oké. En denken jullie ook aan een online version? Ja, die gedachte gaat wel door mijn hoofd, of is door mijn hoofd gegaan. We hebben nog niet eens onderling besproken. Dat zou natuurlijk helemaal, denk ik, een goede oplossing zijn om het echt breed verspreid te krijgen. Maar daar moeten we het eigenlijk nog over hebben. Oké. Ja, goed, dus er komt een follow-up. Waaraan zal het te weten zijn dat het Suriname niet als taalvak wordt onderwezen? Hebben jullie daar ook tijdens jullie onderzoek over nagedacht? Van hey, waarom is het Suriname-tongo nog niet echt ingevoerd als in het onderwijs eigenlijk? Nou, in onze research heb ik gesproken met Weilen en die van Reelst, ook een hele grote voorstander, ontwikkelaar van het Suriname-tongo. En hij zei ook van ja, als je het Frans of het Spaans leert op school, dan moet je je ook inspannen. Het is ook een vreemde taal voor je. En maar door het een aantal jaren te leren en te oefenen, krijg je het onder de knie. En waarom zou dat niet met het Suriname-tongo kunnen? Dus dat is een hele valide vraag natuurlijk. Waarom gebeurt dat niet? Maar ik wil even aan mijn collega Jules.
In het verleden, in de vorige eeuw, was er toch een tijd dat er lagere schoolonderwijs werd gegeven in het Sranantongo? Ja, dan moet het een paar eeuwen teruggaan. In het tijd van de slavernij was Sranan als instructietaal gewoon. Dat had twee redenen. Eén, was het zo dat toen zijn ook al boekjes hoor, om Sranan aan te leren en een beetje ook via de EBG, hermetes, wat we EBG'ers noemen, gepromoot. Je had de leriboeken, ABC, dat was heel elementair bijbels onderwijs gericht op slaven. Daarnaast was het zo dat in de stad, op de scholen die er waren, het Sranan ook werd onderwezen als instructietaal, omdat het een taal was die Surinaamse samenleving, of moet ik anders zeggen, de plantage samenleving was eentje van vreemdelingen. Dus veel van die slavenhouders en plantagemanagers waren mensen van verschillende achtergronden, Duitsers, Nederlanders, Fransen, noem maar op. Dus daar had je toch wel een gemeenschappelijke taal nodig. En zijn naam werd ook onderling gebezigd. Daar was het ook zo dat ook op die scholen in die tijd, op scholen, Sranantongo ook werd onderwezen als taal. Maar dat praten we over de tijd van de slavernij. Dan maken we grote stappen, want krijg je namelijk de onderwijsleerplichtwet in 1802. En dan gaat die taal weg, dan wordt Nederlands wat dan de instructietaal. Maar in de jaren 80, de 90 jaren, heeft ook de COFAC, dus het centraal van het opleiding voor verpleegkundigen in Suriname, gelieerd aan het academisch genuis. Ja, toen ook een poging gewaagd om de talen aan te leren. En waaronder Sranantongo was van, dacht je, als ik vergis, op het rooster en de Hindustaanse namen Javaans. Maar dat is een vroege dood gestorven, omdat er geen mensen waren om het te onderwijzen en geld. Dus dat zijn de dingen die ook spelen. Kijk, het is daarnaast, als we het hebben over taal en over waarom ze nou niet onderwezen op scholen, die ook te maken met de vraag hoe je de samenleving wil inrichten en hoe de posities, de diverse groepen naar elkaar kijken en hoe gevoelig dat is en waarom je kiest voor de ene taal en kiest voor de andere taal. In heel veel andere landen, zoals bijvoorbeeld in Singapore bijvoorbeeld, zie je ook bepaalde talen die verplicht op school worden onderwezen, zoals het Mandarijn Chinees en het Gehindi Tamil, dacht ik. Tamil is heel goed, Tamil spreken we in Singapore. En in dat soort landen worden de mensen ook gestimuleerd om naast het Engels aan de taal te leren. Tot de middelbare school. Ik dacht, Australië heeft hetzelfde systeem ook. In Australië is het zo dat als je bijvoorbeeld van huis uit Mandarijn sprekende bent, mag je die taal niet op school kiezen. Maar dan moet je een andere taal kiezen. Waardoor, wat in feite gebeurt, is de nabijheid naar elkaar verkleinen. We zullen zeggen, de taal als integratie-instrument om de samenleving te ontwikkelen. Mm-hmm. En die samenleving kunnen we zeggen, die hebben heel veel geld. Geld is één element. Een ander element is de kwestie over taalplanning en taalpolitiek. En hoe je naar elkaar kijkt als diverse etnische groepen in zo'n land. Dus ik denk dat de Sranan, het Surinaams Javaans of het Surinaams Hindustaans of het trio of Wayana op school geleerd zou kunnen worden. Maar daarvoor moet je als land bereid zijn om serieus met elkaar over te praten en serieus met elkaar te over discussiëren hoe je als land je wil ontwikkelen en hoe je gezamenlijk met elkaar wil optrekken. En dat kan voor een land als Suriname, voor beleidsmakers, misschien vinden beleidsmakers dat te gevoelig. Dan willen ze zich niet eraan branden. Maar als je welke taal dan ook serieus wilt stimuleren, promoten, dan moet je wel steeds over nadenken. Want dan komt Koenders, heeft Koenders gelijk, en dat gaat ook voor mij en voor velen van ons Koenders, zeg dan. We worden dan mensen die twee halve talen spreken. Ik kan vrij redelijk Sranantongo lezen,
Maar het heel goed spreken en erover schrijven, dat zijn twee aparte dingen. En wat dus ontstaat is, je wordt daar, ik weet het, een na-aper. Ik zeg alleen maar het Nederlands tot op zekere hoogte. Dat gaat ook volgens allen wellicht, ook het Nederlands tot op zekere hoogte, goed begrijpen, goed beheersen. Maar je eigen taal, die blijft achter en die taal niet is ontwikkeld. En dan moet je, wil je tot een ontwikkeling komen, dan is het niet genoeg om te spreken, maar dan moet je ook schrijven. En dat schrijven is belangrijk. En wat is Surinaam is iets anders. We hebben, en dan gaan we even Surinaams verder over de andere talen. Schrijfregels, de wet vastgesteld en zo. Maar ja, een schrijfregel, er zijn woordenboeken, naast woordenboeken heb je ook nog een paar andere. Naast dat die je kunt raadplegen. Maar die dingen hebben geen effect. Waarom is het geen effect? Omdat er namelijk geen sanctie van uitgaat. Dus als ik bijvoorbeeld een woord schrijf dat verkeerd is. En als je de Nederlandse woord schrijft dat verkeerd is. Dan hoor je op school. Of van wie dan ook. Die kwaliteitje zegt dat woord. Moet je niet zo schrijven. Moet je op een andere manier schrijven. Mm. In Suriname creëert het. Allerlei schrijfs van. Laat maar een beetje aan tongen blijven. Van schrijfstijlen en schrijfspellingen. Maar niemand die dat corrigeert. Omdat er geen sanctie van uitgaat. We zeggen van broeder of zuster of vriend of vriendin. Dat schrijf je verkeerd. Je moet hem zo schrijven. Ja, als er dus geen sanctie van uitgaat. Dan krijg je een soort wildgroei. Dus ondanks het feit dat je woordenboeken hebt. Maar dat woordenboek heeft geen effect. Omdat er, we doen maar. En dat geldt wellicht ook voor de andere talen. Dat ontstaat er als er geen duidelijke normen worden gehanteerd. En je kunt zeggen, ja, je hebt misschien die spellingswijzer en de spellingsrichtlijn. Maar als je toch doet wat je wil, of iemand anders toch doet wat hij of zij wil, en er geen sanctie voor uitgaat, dan ga je dit soort wildgroei krijgen. Ik wil misschien ook iets naar voren brengen, want... Ook in Koenders' tijd, ook Koenders voerde de discussie over waarom het Sranantonge niet onderwezen werd op school. Want vanuit koloniale zijde werd er ook gezegd, ja, waar moet dat naartoe met die jeugd als ze allemaal het Sranantonge gaan spreken. En ik wil even Koenders citeren. Ik wil hem even citeren als het hier gaat om dit. Hij zegt... wij willen onze kinderen opvoeden tot zichzelf respecterende mannen en vrouwen die het voelen dat het klokje nergens zo kan tikken als thuis. Wij willen die critici, die koloniale critici, van de dwaasheid afbrengen dat, als zou de moedertaal, het Sranantonge, een beletsel zijn voor het aanleren van een vreemde taal, het Nederlands dus. En daarbij willen we wijzen op de massa van onderwijzers, Surinaamse onderwijzers, die in Nederland bevoegdheden hebben gehaald, zoals een professor Vu, een dokter Wolf, een dokter de Miranda, een dokter Esset, een wijle dokter Chonga Jong, die allemaal dus het Sranantonge spraken, maar toch die hoge bevoegdheden hebben gehaald in het Nederlands onderwijs. Dus al deze mensen, deze professoren, wie het Surinaams niet in de weg heeft gestaan om te worden wat ze zijn. Bovendien willen we de koloniale mensen aan het verstand brengen dat wie de eigen taal goed kent, veel beter een vreemde kan leren. Maar bovenal willen wij ze inprenten dat een volk zonder taal geen volk is. Het is trouwens... ook door onderzoek bewezen in Nederland, en ik weet niet of Brada Kwasi aanwezig is, want hij weet er meer van, dat het spreken en het kennen van de eigen taal een veel betere basis geeft om vreemde talen en ook onderwijs aan te leren. Het geeft je namelijk ook een heel erg gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde, en dat is natuurlijk altijd een goede basis om je in onderwijszin te ontwikkelen. Ja, dat klopt eigenlijk, omdat we weten dat met name in het binnenland en zeker ook bij sommige Indiaanse groepen in het binnenland,
men vanuit de eigen taal, de moedertaal, de eigen taal, de taal die ze van huis uit leren, dat men vanuit die taal het onderwijs geeft en de kinderen, de leerlingen leert om dan de Nederlandse taal als tweede taal aan te leren, waardoor ze dan verder kunnen gaan. Dus het is weliswaar niet formeel, het is niet het beleid van de overheid, maar we merken wel dat in sommige dorpen in het binnenland dat die methode toch wel wordt toegepast. En natuurlijk moet onderzocht worden van in hoeverre dat ook stimulerend werkt en in welke mate dat ook leidt of zal leiden tot betere schoolprestaties. De taalsituatie, en zeker het Sranantongo, ik weet bijvoorbeeld dat Nax, ik was zelf de voorzitter van de commissie die zich bezighouden heeft met de spelling van het Sranantongo. En vanuit Nax is er een voorstel gedaan naar de minister van Onderwijs om de spelling zoals die in de loop der jaren zich heeft ontwikkeld, om daar een stukje formaliteit aan te geven. Maar dat is nog kennelijk is dat nog een lang proces. En dan kun je natuurlijk de vraag stellen van waarom is men eigenlijk zo huiverig om de taal een formeel karakter te geven. Want de heer Schul had het natuurlijk over corrigeren van de taal, hè? Correctief optreden. En als je een taal, als je dat niet formeel hebt vastgesteld, zo'n taal, dan is het natuurlijk moeilijk om correctief op te treden. Dus dat zijn dus de gevoeligheden als het gaat om de Sranantongo op dit moment. Dus dat wilde ik ook even meegeven als background informatie. Ja, als ik nog even opmerking mag maken. Ik zie in de opmerkingen dat mevrouw Perotti zegt dat na het overlijden van meneer Hein Eersel, een grote taalspecialist, door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een orgaan is opgericht om zich te buigen over taal en meertaligheid in te voeren binnen het onderwijs. Dus blijkbaar is men al in die richting bezig? Ja, men is inderdaad in die richting bezig. Er is een taal, een commissie die in principe alle talen die in Suriname gesproken worden, dus die te gaan onderzoeken en na te gaan van hoe gaan wij dus de verschillende talen incorporeren in het onderwijs. En ja, dat is natuurlijk een heel proces. Maar ja, waar er een wil is, is er natuurlijk een weg. Ja, toch? Er is een opmerking van Ingrid. De heer Hein Eersel Weilen heeft ook heel veel aandacht besteed aan de Surinaamse taalontwikkeling. Ja, dat klopt helemaal. Ik denk dat hij in dat boek dat jullie geschreven hebben, is dat ook naar voren gekomen. Is het verder ook een idee om in bibliotheken boekbesprekingen te houden voor jongeren over Papa Koenders? Kan ook een interessante actie zijn. En ik zou hier verder aan deze vraag willen koppelen. Van wat is de follow-up van u als schrijvers om het gedachtegoed van Papa Koenders een beetje gemeengoed te maken? Want als ik meneer Schulz-Setny zegt in uw boek ook dat er eigenlijk geen spoor in de publieke herinnering, er is geen spoor in de publieke herinnering dat tot Koenders leidt. Dus dat zegt Schulz-Setny in uw boek. En de vraag is natuurlijk, hoe denken jullie erover om die barrière, die gap te gaan overbruggen? Misschien mag je even hierop reageren, André. Misschien wat we gedaan hebben, het contact dat er nu is, bestaat tussen het ministerie van Onderwijs en ons. En Roy heeft gepraat over x aantal boeken die worden aangeleverd. We zijn ook bezig met NAX, aan het onderzoeken of hoe we verder het handen kunnen geven voor een breder publiek. Dat zijn gesprekken die we aan het voeren zijn aan de pols. En een ander aspect, maar ja,
misschien beschuldigde vinger of zo, maar ik denk dat Ewout, meneer Grot, misschien die vraag ook een beetje gesteld had, maar hij koppelde die vraag aan dat mensen moeten lezen. Het punt is dat er je moet onderzoek doen, hè? En onderzoek betekent dat je... Kijk, wij hebben dit boek geschreven omdat we het wilden schrijven. Een Amerikaanse schrijver, ik vergeet welke het is hoor, die heeft gezegd, als je een boek wil lezen en het boek is niet geschreven, dan moet je het boek zelf schrijven. Dat is mijn motivatie geweest. Ik wil onderzoek doen naar Koenders, dat Koenders belangrijk is. Ik vind dat mensen, en wij, moet ik zeggen, ik, dat wij, samen met Roy, later met André, gezamenlijk opgetrokken, vormden van dit boek willen we schrijven, omdat het gaat om een stukje van onze nationale geschiedenis. Mm-hmm. Een van de belangrijke dingen voor je nationale geschiedenis is dat je moet weten hoe de geschiedenis zich voltrokken heeft, langs welke lijnen. En soms schuurt ze. Soms is het een like mindset, dan hebben we allemaal dezelfde denkrichting. En soms kan de geschiedenis ons bijna ongeschreven uit elkaar drijven, maar toch kom je ergens langs de weg weer op een zeker moment weer bijeen. En volgens mij, één manier om Koenders onder de aandacht te brengen is als dit, hè, met deze webinar. Ik ben erg blij mee dat we dit kunnen delen met andere mensen. En dat op zeker moment in Suriname het overgenomen zou moeten worden. Maar dat is dan een kwestie van hoe die samenleving daarop reageert. Ik hoop dat er om de wijze zullen zijn, of misschien theatermaker Suriname of iemand anders, misschien leraren maatschappij leren op school, die dit boek wellicht zullen tegenkomen, dat ze de lespakket hier een aandacht kunnen gaan geven, omdat het te maken heeft met een deel van onze geschiedenis. En dat die geschiedenis, die moet je omarmen. Ook al is die geschiedenis niet altijd even mooi, maar het geschiedenis heeft beide kanten. En dan moet, ik zou daarvoor pleiten dat in Suriname dit wordt overgenomen door anderen in het land. Leerkrachten, misschien culturele instellingen, die op hun eigen manier en in hun eigen hoedanigheid hier een ruimte kunnen geven. Ik wil even aanvullen op Jules. We hebben ook een idee en we hebben zelfs al een projectplan gemaakt waarbij we andere vormen dan het boek gaan gebruiken. Een monoloog, dus in theatervorm. Mm-hmm. Een tentoonstelling over Koenders zijn werk en zijn leven. En een reading. Ja, wat een reading, als u begrijpt wat ik bedoel. En bijvoorbeeld, we hebben daarover al contact met het Belmer Park Theater in Amsterdam Zuidoost. Dus mm-hmm. We zijn wel constant op zoek naar hoe gaan we het verbreden, de kennis van dit boek. Ja, ja. Maar hij blijft van wezenlijk belang, want iets wat ik wil benadrukken is zijn strijd voor de eigenwaarde en het zelfrespect van ons, van de Surinamer, maar vooral van de nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikaanse Surinamers, omdat het is niet je malligheid als er 400 jaar op een ontmenselijke manier de mensen zijn behandeld, geestelijk en lichamelijk, dat werkt nog steeds vandaag de dag door. Als ik vandaag in Nederland hoor dat zwarte jongens zeggen dat ze dat meisje niet als vriendin wil, want ze is te donker, dan begrijp je dat het nog steeds doorwerkt. En dat is het grote belang. Nou, eigenlijk, ik had af en toe de naam Koenders gehoord, maar Jules en Roy die hadden al onderzoek gedaan naar Koenders en er iets over geschreven. En ik weet nog, toen ik dat voor het eerst las, het was een grote shock voor me van herkenning en blijdschap. Ik dacht, waarom heb ik deze man niet gekend toen ik klein was, maar ik was 3 jaar toen hij overleed. Ja. Maar hij is nog absoluut vandaag van de dag nog van belang. Ja, ik had u eigenlijk ook die vraag willen stellen. Want u geeft aan dat er voor u eigenlijk een wereld openging, hè?
En mijn vraag is, in welke mate heeft het onderzoek dat geleid heeft tot dit boek en het boek zelf, in welke mate heeft dit boek u tot een ander mens gemaakt of niet? En dat geldt eigenlijk voor alle drie schrijvers. Ja. Bent u daardoor veranderd? Nou, als ik weer even erop in mag. Mijn verandering was al begonnen toen ik het boek Wij Slaven van Suriname las van Anton de Kom. Ook een van onze eigen mensen. Dat was jaren daarvoor een cruciaal boek wat bij mij een enorme bewustwording teweeg bracht. Omdat ik ook ben opgevoed in de koloniale tijd. Ik dacht ook dat Holland geweldig was en alles wat wit was. En in je onderbewustzijn denk je ook, wij als Surinamers kunnen het niet verbrengen. Ik had ook minderwaardigheidscomplexen. Ik zeg het gewoon. Niet alleen over mijn eigen kunnen, maar ook over mijn uiterlijk. Had ik, weet je dus. Maar toen ik Anton de Kom las, dat was een shock. Dat was essentieel in mijn bewustwording. Mijn eigen waarde en zelfbewustwording. En Koenders was voor mij een vervolg daarop. En het is natuurlijk ook belangrijk om te weten dat onze eigen mensen, want dat weet je ook altijd, ja, wat voor waarde hebben ze, wat hebben Surinamers ooit van waarde gedaan? Niet echt iets eigenlijk. Maar goed, de praktijk leek anders. En Koenders, het is belangrijk dat we weten dat onze eigen mensen al enorm veel denkwerk en strijd hebben gevoerd voor onszelf, respect en eigen waarde. Want die boodschappen krijg je in de witte samenleving onbewust en bewust constant naar je toe. Zwart deugt niet. Ja, ja, ja. Klopt. Dan wil ik nu even gaan naar eigenlijk is het meer een opmerking van de heer Helmut Geesius. En dat is ook, denk ik, naar aanleiding van de vraag die gesteld was over het Saranantongo in het onderwijs. En Helmut zegt dat de periode van het staatstoezicht een einde bracht aan het onderwijs in het Saranantongo, in het formeel onderwijs. Ik dacht dus dat de heer Schul daarover gesproken had. Klopt dat? Ja, toch? Dus dat is eigenlijk ook een nadere... Ja, in hoeverre ik het wel weet, is dit de periode van, zeg meneer Geesjes, na of tijdens de staatstoezicht? Na, ja, dat is uit de 73, dan nog een paar jaar. De periode van het staatstoezicht. Nou, volgens mij, ik kan me vergissen, maar volgens mij was het, in die periode werd er ook nog Saranantongo onderwezen op scholen. Misschien niet op alle scholen, wat Saranantongo was de communicatietaal, bij uitstek tussen planters en vreemdelingen en de slaven. Maar ik kan me daarin vergissen. Wat ik wel zeker weet is dat sowieso met de invoering van de onderwijsleerplichtwet, Suriname was het eerste land binnen het Koninkrijk van Nederland, waar de onderwijsleerplichtwet werd ingevoerd. Dat betekende dat het afgelopen was gelopen met Saranantongo spreken. En daarin onderwijzen ze officieel bij wet. Zover ik het weet, maar ik kan me daarin vergissen. Tegelijkertijd is dat natuurlijk ook een verschijnsel van de kolonisatie over de hele wereld. Zie je dat er overal waar wordt gekoloniseerd. Het eerste wat men doet, is dat men de taal overneemt. En een eigen taal introduceert. Omdat het te maken heeft dat de kolonisator wil hebben. Dat je voor hem moet werken. Dat je als hem moet denken. Dus, en hoe kun je dat het best doen? Door de taal en cultuur van jou, hè, van de dominante groep, over te dragen of op te leggen aan de anderen, zodat hij of zij kan gaan nadenken zoals jij denkt en ook zo zou moeten handelen. Tegelijkertijd weten we ook wel dat het niet alleen gaat om één om één boodschappen, maar het gaat met name om de fijnzinnige, zeg maar onbewuste dingen die de dominante taal meekrijgt. En ze André verwezen bijvoorbeeld naar een kwestie over taal en het labelen. De voorkeur voor lichtere huiskleur en donkere huiskleur. Dat zie je overal in de hele wereld. Zie je dat, ben ik net bezig gezien die boeken te lezen van Pramudya Anantatur. Dat is een Indonesische schrijver.
voor een ander onderzoek dat ik aan het doen ben. En hij schrijft ook over het, de voorkeur van de Javaanse man, de Chinese man in Indonesië, wat vandaag Indonesië is. De diverse Indonesische mensen, want daar heb je ook verschillende groepen die een voorkeur hebben voor een lichte een vrouw die niet erg licht is. En met graag met blauwe ogen en een normale Europese neus. Met andere woorden, ze willen graag zijn als de witte vrouw of later als de Indische vrouw die meer wit is dan Indonesisch of Chinees of wat ook mogen zijn. En dat komt door die kolonisatie, die brengt dat steeds weer met zich mee, hè? Dat je die voorkeur ziet voor licht en dat donker liefst vermeden wordt. Dat is een van de effecten van de kolonisatie, ook in Suriname of in het Caribisch gebied, als we een soort breder willen trekken. Okay, ik zag een mevrouw aan die de hele poos de hand opgeven. Volgens mij zag ik. Even kijken. Ik zie geen hand. Annette. Dat is die handje van iPhone van Annette. Oh, dan geef ik haar even de gelegenheid om haar vraag te stellen. Want ik zag het handje, ik zie het handje niet. Mevrouw Arlette, was dat? Nee, ik zie geen hand. Ik dacht een handje van iPhone van Annette. Maar misschien... Is Annette nog in het gezelschap? Dan mag Annette haar vraag stellen. Annette? Helemaal boven staat er iPhone van Annette met een handje, maar ze is niet ik zie dat handje niet. Maar Annette, als je in de gezelschap bent, Annette, wil je dan je vraag stellen? Goed, misschien komt ze straks terug. Misschien komt ze straks terug, dan krijgt ze de gelegenheid om de vraag te stellen, want ik zie geen vraag van haar. Maar goed, ik wil daar even teruggaan naar de heer Alfons. Alfons stelt de vraag, waarom zegt men Serenantongo als men Nederlands praat? We zeggen toch Nederlands als we Nederlands spreken en Dutch als we Engels spreken. Is het duidelijk? Is deze vraag duidelijk? Of wil Alfons even zijn vraag motiveren? Alfons? Ja, goede avond. Ja, de naam is Alfons. Ik heb een vraag. En ik merk dus dat als we het hebben over de Surinaamse taal, Surinamers zelfs, dat we zelf als we Nederlands praten, we toch Serenantongo zeggen. En ik ken geen enkele andere taal, ik ken vanzelf niet alle talen, waarbij de naam in afhankelijk van de taal niet verandert. Ja, als we zeggen Spaans is in het Nederlands, als we Nederlands spreken, spreken we Spaans, zeggen we Spanjol. Ja, Nederlands hetzelfde, Nederlands spreken we, zeggen Nederlands, we zeggen Dutch als we Engels praten, Hollanda als we Spaans praten. Maar ik merk dus dat Serenantongo, dat wordt gewoon gebruikt alsof te zeggen, het in elke andere taal hetzelfde is. Serenang betekent Surinaams, Tongo betekent taal, de Surinaamse taal. Waarom wordt er gekozen om steeds te praten, het maakt niet uit welke taal we spreken over Serenantongo. Die vraag heb ik al aan tig mensen gesteld. Het antwoord heb ik nog niet. Misschien kan een van deze heren het verduidelijken. Nou, mijn vraag aan u is, waarom zou er bezwaar tegen zijn om dat te doen? Ik heb het niet over dat er bezwaar moet zijn. Mijn vraag is, waarom wordt er in tegenstelling tot alle andere talen, wordt er daarvan afgeweken? Er moet een reden zijn. Een filosofie daarachter. Dat wil ik weten. Mag ik hierop reageren? In zoverre ik weet... ik heb me niet echt ermee bezig gehouden, moet ik wel eerlijk toegeven. Maar wat ik weet is dat we beide gebruiken. Dus je kunt, het is optioneel. Je gebruikt Serenang. Wij schrijven in ons boek schrijven Serenang. In mijn praten praktisch soms zeg ik soms Serenang of zeg ik Serenang toe. Ik gebruik beide en voor mij zijn ze beide identiek aan elkaar, gelijk aan elkaar.
ik heb mij niet zozeer bezig gehouden met de filosofische vraag, of misschien meer de kennisvraag, hè, epistemologische vraag, waarom geen Senang en wel Senang Tonge. De enige reden die ik zo opvoer voor mezelf is dat in het verleden het vaak zo gebruikt werd. En ik heb mij niet mee bezig gehouden naar het waarom. Het waarom van die vraag. Moet je kiezen nou voor Senang, moet je kiezen voor Senang Tonge. Ik gebruik bij allebei. En misschien is het ook wel een relevant om te gaan onderzoeken waarom mij ooit gekozen heeft voor Senang Tonge. Oké, dank u wel. Dus ik ben dan nog zoekende, omdat als ik merk dat er sprake is van een afwijking, ja, dat toch wil weten waar komt die vandaan. Maar oké, dank u wel. Misschien dat een van de andere sprekers en leiders daarop wil ingaan. Roy, wellicht. Roy, bent u er nog? Nee, ik heb niks toe te voegen aan wat Jules gezegd heeft. Ik denk inderdaad dat het vraagt om toch ja, onderzoek inderdaad van wat daarachter zit bij de gebruikers. Hè? Ja, ik denk dus dat we hiervoor meer naar de echte Senang Tonge deskundige moeten gaan om de vraag daar te deponeren. Denk ik zo. Ja, ik wil nog wat aan toevoegen. Waarom is Barakwasi nog, ik weet niet of Barakwasi nog is, maar we hebben met het overlijden van Biggie Brada eerst, zoals ik me altijd riep, oom Hein of Biggie Brada, hebben we geen taalwetenschappers meer in het land, hè? Op mevrouw De Bies. Mevrouw De Bies na, volgens mij. Echte MC meneer Robbie Moroy, wat ik weet. We hebben heel weinig linguisten in het land, in zover dat we weten. Er kunnen misschien meer zijn, maar ik weet niet van hen af. Een van de belangrijke dingen voor ons is, voor ons land en voor elk land, is we hebben taalkundigen nodig. We hebben taalplanners nodig in het portret dat we hebben gemaakt van Hein Eerser. Mm-hmm. Eerser zegt, Koenders was geen taalplanner qua scholing, maar mm-hmm. alle elementen van was geen linguist van scholing, maar alle elementen van de taalplanner in zich, omdat hij de taal plande. Als er geen dingen woorden waren ervoor, dan bedacht hij die woorden. Maar dat was hij dezelfde ook gedaan. En in feite doen we het allemaal. Wij bedenken allemaal woorden. En wanneer wordt een woord overgenomen, wordt het overgenomen als een bepaalde zeg maar, overeenstemming komt, dat het woord gaan gebruiken. In Nederland hier heb je bijvoorbeeld een taalinstituut dat woorden bedenkt. Heeft eerst mij ooit verteld. Wat je ook hebt, wat ze hier doen in Nederland, is ook dat ze elk jaar wordt een woordenlijst samengesteld van woorden, nieuwe woorden die zijn ontstaan in het afgelopen jaar. En die nieuwe woorden die worden langzaam maar zeker, worden ze onderdeel van zeg maar, het dagelijks gebruik. Die sluipen in. En wat er is gebeurd, is hetgene wat ik eerder had opgemerkt, is er ontstaat op een bepaalde manier iets van een soort normering van die nieuwe woorden. De kranten nemen het op, ze verschijnen allerlei schrijfregels en handleidingen, waardoor ook een nieuw woord langzaam maar zeker wordt ingeburgerd. En van het inburgeren wordt hij dan opgenomen in de handleiding en misschien na 10 jaar wordt hij in de woordenboek opgenomen. Dat zijn allemaal processen die wij in Suriname niet hebben. Wordt er daar een nieuw woord gemaakt, dan wordt het woord gemaakt en we praten misschien een paar keer erover en dan verdwijnt het niets, omdat we niet in staat zijn om instituten op te zetten in het land om deze dingen ook te cultiveren. En ik weet van Barakwasi, toen heeft Barakwasi ook bezig gehouden met het vertalen, het nadenken van woorden, nieuwe woorden in het Senang. En wat hij gedaan heeft, dat hij Koenders ooit gedaan heeft, dat doen alle mensen over de hele wereld. Maar dan moet je een systeem bedenken, dat als het woord is, of misschien zijn er meerdere woorden, die proberen hetzelfde verschijnsel of object te beschrijven of toestand te beschrijven. Dan moet je overgaan naar een systeem waarbij wordt geïncorporeerd. Nou,
die dingen missen we in Suriname. Een van de dingen, een van de instituten die je daarvoor nodig hebt, is een goed taalinstituut. Ik lees net dat iets wordt is opgezet, volgens mij. Maar je hebt ook goede taalkundigen nodig, taalwetenschappers nodig, die weten wat er gedaan moet worden om een taal te stimuleren voor doorgroei en voor allerlei vormen van communicatie in het land. En ik denk zelf dat we in Suriname ook erover moeten nadenken. Hoe gaan we om met onze talen en welke plek geven we die talen? En het is niet alleen afhankelijk van de taalgebruikers, maar het is afhankelijk van politici, van de politiek, van beleid, overheidsbeleid. Maar het is ook afhankelijk van de vraag of we formele taalwetenschappers hebben die zich over deze zaken kunnen buigen. Ja, dank je wel voor deze beantwoording. En dan denk ik dat ik een vraag heb voor Roy. Dat is een vraag van Astrid. Kun je wat uitleg geven over de term Sranang-centris, die door Henry de Siel wordt toegeschreven aan Papa Koenders, dat hij de motor was van dit denken, dus het Sranang-centrische denken. Kun je daar, Roy, wat verder op ingaan? Nou, ik het zo zeggen. De bronnen van zeg maar de uitspraak dat hij de motor is, die ken ik niet. Ik denk dat, dus ik heb meer gekeken naar wat hij gemeenschappelijk heeft met zeg maar de Afrocentrische voorlieden in de wereld. En natuurlijk is het zo dat je daar verschillende opvattingen over hebt, want daar zijn ook verschillende opvattingen ook in de wereld over van wat is Afrocentriciteit en Afrocentrisme. Daar is ook strijd over soms, maar ik heb me geconcentreerd op wat ik gezien en gelezen heb. En dan zou je zeggen dat Sranang-centrische, dat is eigenlijk een bepaalde manier van kijken naar zeg maar Suriname en kwesties rondom taal, leven in Suriname, waarbij dat centraal staat, wat Suriname is. Maar natuurlijk beantwoordt dat nog niet de vraag van God, hoe kijken we er tegenaan en waar komt dat soort kennis vandaan en hoe wordt die ontwikkeld en wie is er bij betrokken? En dat vind ik zelf een relevante vraag als we het over nu hebben. Over toen kan ik niet spreken omdat ik er niet bij was en ik er ook niet verder qua lezen dingen over gelezen heb op die manier. Maar waarbij dat ook zeg maar is verwerkt. Maar we kunnen wel nu kijken van is die vraag van Sranang-centrisch, hoe kijken wij er nu tegenaan? Wat betekent dat voor inderdaad een taalbeleid? Wat betekent dat voor opvattingen over ontwikkeling van de Afro-Surinaamse mens? Ook economisch in Suriname. Dat is wel een interessante en actuele vraag ook. Ik ga even terug naar een opmerking van Koenders, die op een gegeven moment zegt van ons land, hiermee wordt niet bedoeld dat wij in bezit hebben, of waar we het voor het zeggen hebben. Met ons land wordt bedoeld het land dat opgebouwd is op het zweet, de tranen en het bloed van onze voorouders. De negers die ze uit Afrika hebben gebracht als kakkelakken in een kippenbek, om van het dichte oerwoud het mooie Suriname te maken. En mijn reflectievraag was, wat betekent dit, wat Koenders zegt, voor de relatie van de Afro-Surinamers tot het land, tot de grond? Betekent dat er een ander soort relatie te bedenken is, die niet gebaseerd is op zuiver kwesties van, zeg maar, juridisch bezit, maar op wat hij zegt, het land dat opgebouwd is op het zweet, de tranen en het bloed van onze voorouders? En dat is een interessante vraag. En dat zou ook waar wij ons over kunnen buigen. En waar wij kunnen kijken. Wat zou een Sranang-centrische benadering hierover iets kunnen zeggen? Over deze kwestie die Papa Koenders toen reeds aan de orde stelde. Dus stof tot nadenken dus. En stof tot nadenken, denk ik. Maar ook stof tot reflectie van hoe kijken wij zelf aan tegen het begrip Sranang-centrisch. Mm-hmm.
Want ik wil dan eventjes hierop voortborduren, want Koenders geeft ook aan, hij geeft aan dat we moeten werken aan een nieuwe waardencultuur. Hè? Dat, zo stelt hij dat. En zijn overtuiging is dat de Afro-Surinamer de schepper is van zijn eigen waarden. Hij moet het, hij is het en hij moet het ook zijn. Zou je dat in relatie daarmee kunnen brengen? Ja, dat kan zeker. Het interessante van Koenders is dat hij daar ook oog voor heeft. Dus, en waardoor het zeg maar, een betekenis heeft die verder gaat dan het historische moment dat hij het erover had, maar die ook naar nu toe doorgaat. Van ja, om welke waarde gaat het eigenlijk? Wat is de bron van die waarde? Staan die waarden stil of worden ze verder ontwikkeld? Hoe gaat het gesprek bijvoorbeeld over die waarden? En is het zo dat we die waarden zijn er in de samenleving, in allerlei groepen, zeg maar de Afro-Surinaamse groepen en de Afro-Surinaamse samenleving. Ja, hoe zien die eruit? En hoe is het gesprek daarover met elkaar? Wat voor plek hebben ze in het leven, maar vooral in het denken over die dingen waarop die waarden staan, waarop die waarden slaan. En dat is wel interessant, want er zijn natuurlijk een heleboel waarden. Dus het zou goed zijn om in de geest van Koenders te gaan kijken, te gaan onderzoeken. Ja, hoe zien die waarden eruit? Waar hebben ze mee te maken? Kunnen we dat met elkaar uitwisselen? En daar ook een nationale conversatie over hebben. En wat de betekenis is van de waarden, bijvoorbeeld in relatie tot de economische ontwikkeling. Ik geef misschien een beetje een typisch voorbeeld. Ik was dit jaar in Suriname en op een gegeven moment was ik met een broeder ergens. Het ging over bij een company die dus al dingen met zand en grind regelt. Hij kende die mensen. Op een gegeven moment liep hij daar en sloeg hij op zijn rechter broekzak. En hij zei, luister, ik ken jullie, maar jullie zijn niet mijn vrienden, ik doe zaken met jullie. Mijn enige vriend is het geld in mijn zak. Mm. Hij sloeg demonstratief op die zak en hij neemt het mede serieus. Dus voor hem was dat blijkbaar, dus ik vroeg me af, wat zegt hij hiermee over de waarde en de relatie tussen dat geld en hemzelf? Wat betekent dat die situatie voor hem? Dat hij dus zelfstandig is blijkbaar, hè? Denkende ook aan Koenders, zelfstandige mensen. Wat betekent vriendschap voor hem? Is het iets als zakelijke vriendschap? Haalt hij dat vandaan? Is het iets van hemzelf? Of is het iets wat hij heeft blijkbaar die opvatting, overtuiging ontwikkeld? Dus allerlei vragen kwamen bij me op toen ik midden in dat tafereel zat. En ik heb later ook wel eens met hem gehad. Dus dat zijn dingen die interessant zijn. Niet interessant, maar ook belangrijk zijn om samen met elkaar te onderzoeken van, ja, maar welke waarden hangen we aan? Zijn er, zeg maar, oorsprongen aan te wijzen van Afrikaanse oorsprongen? Die gewoon belangrijk is. Kijk maar de kwestie van Kruto. Zijn het, ja, daar zit allerlei waarden in van democratie, die heel waardevol zijn, niet alleen voor Suriname, maar ook voor daarbuiten. Wat doen we daarmee? Hoe geven we die waarden, hoe werken we het uit? Verder vorm is er veel wat er is. En ik pleit voor echt waarderend onderzoeken van al deze kwesties. En van onderaf gelijkwaardig en ook in een uitwisseling met elkaar. Ja, mag ik ook nog eventjes hierop ingaan? Even. Want ik heb al een tijdje mijn hand opgestoken. Oh, ik zie de handjes helaas niet hoor. Maar oh, oké. Okay. Ja, ik zie de handjes hier op mijn computer niet. Oh, maar goed, okay. Mag heel kort hierop ingaan dan? Ja, heel kort. Ik heb zelf ook een artikeltje geschreven over de relatie Papa Koenders en Trefosa. Dat had ik al vermeld. Ik heb in mijn artikel ook uitgelegd. Het begrip suricentrisch, dat is eigenlijk een tegenhanger, een tegenpool van het begrip eurocentrisch. En zodra je dat concept gebruikt, een eurocentrische visie, bijvoorbeeld ten aanzien van het onderwijs wat in Suriname toen en soms nu nog geldt, dan maakt het veel makkelijker om dan ook
het begrip Suricentrisch te begrijpen. Want het is alles behalve eurocentrisch wat men in dat begrip wil uitleggen. En of dat Afro-Surinaams, Afrocentrisch, Afro-Surinaams-centrisch is, of hoe je dat wil noemen, alles behalve eurocentrisch. Dat wilde ik even toevoegen. Heel hartelijk bedankt voor deze aanvulling. Ik denk dus dat dit ook natuurlijk een discussie waard is, maar dat niet voor dit moment. Want we zijn bijna aan het eind gekomen van deze avond, maar er zijn nog een aantal vragen en die wil ik u niet onthouden. Ook weer aan Roy de vraag. Het is een vraag van Nandi. En het gaat over het ontwikkelen van economische activiteiten voor de Afrikaans-Surinaam, voor de Afro-Surinamer door Papa Koenders en de vrouwen. Dus hij heeft het natuurlijk over Pohama en de activiteiten die aan de Gravenstraat toen werden ontplooid. En meneer Nandi vraagt, wat is er daarmee gebeurd eigenlijk? Wanneer is dat gestopt en wat is de reden daarvan? Dat het niet een proces is geweest dat zich verder heeft ontwikkeld. Ik denk dus dat Roy hierop in kan gaan. Of een van de anderen. Of een van de anderen, kan ook natuurlijk. Maar ik dacht dat jij dat naar voren bracht. Jules. Ja, ik bracht het af. André, ga je gang. Nee, ik denk dat Jules... Kijk, wat komt dus wel te doen is ja, we hebben te weinig tijd om helemaal uitgebreid... Ja. Maar kijk, wat hij wilde doen in feite samen met de vrouwen en oude mensen, mannen en vrouwen die betrokken waren, was... Hij wilde werken aan die zelfwaarde. Een van de intrinsieke elementen van die zelfwaarde is ook economische weerbaarheid. En wat ze wilden doen om economische weerbaarheid te stimuleren, of tot ontwikkeling te brengen, is het besef van sparen. Dus het sparenbesef aanleren, heel jong mogelijk. En ik heb met verschillende mensen gesproken en velen hebben ons uitgelegd dat ze daar hebben leren sparen en dat spaargedrag hebben doorgezet tot hun volwassenheid. Dus het heeft een effect gehad. Dus die kinderen die werden geleerd om te sparen. Want het gaat erom dat je vaardigheden van economische waarde wil aanleren. En een van die vaardigheden is sparen. En daarnaast onderzoeken, en wat dat deden ze als ze thuis waren bij de familie Wedebos, onderzoeken van wat voor mogelijkheden hebben we? Hoe ziet die samenleving eruit? En want kijk, tegen die achtergrond van dat spaargedrag heeft ook te maken, we moeten Webeg gaan, jaren 40, Paramaribo verpauperd. Kijk, dat zijn ook wel belangrijke dingen. We komen net in de Tweede Wereldoorlog. Het land heeft heel veel gedaan. Suriname heeft gefloreerd tijdens de oorlogsperiode, gedeelte tot de jaren 43-44. Toen had men voor het eerst luidde de staatsbegroting aan het eind van het jaar, begin van het jaar. Toen is het ermee begonnen. En dan krijg je terugvallen in die bauxietopbrengsten. De economie stagneert. Honderden militairen komen terug uit de Oost. Men had hun banen beloofd, maar de overheid kon hun banen voorzien. Dus je kreeg weer een grote werkloosheid. Tegen de achtergrond is in een laagje verder. Dan kun je halen uit de Footboys. Waar konden ze zich in voor de economische weerbaarheid van de zwarte man, zwarte vrouw, want hij vond dat de manier hoe de overheid omgaan is na 1873 met de zwarte mensen afkomen van de plantages, dat ze aan de los zijn overgelaten en ze niet in hen geïnvesteerd. Dus ze hebben elementen die daartoe hebben geleid, dat kunnen ze zeggen, weet je wat, en de zijnen. We moeten ook onze mensen die nu groeien in Paramaribo van de jaren 40, jaren 50, die moeten ook economisch weerbaar gemaakt worden. Dus je hebt de school, je gaat naar school, maar tegelijkertijd moet je hen ook leren dat sparen een van de manieren is om economisch vooruit te komen. En we hebben gepraat met een x-aantal van die mensen die nu rond de eind 70, in de 80 zijn. En die hebben gezegd, we hebben daar leren sparen en ik spaar nog steeds. Dus een heel kort antwoord, maar in feite moet je nog meer analyses plegen om dat te illustreren. En de vraag waarom is het ergens gestopt? Nou, het is gestopt met het feit dat Koenders kwam te overlijden. De Serenities die zouden worden overgenomen door de Wiegisani, de groep rondom Bruma, eerst en anderen, die kwamen terug naar hun studeren
in de jaren, eind jaren 40, jaren 50, midden jaren 50 moet ik zeggen, naar eind jaren 50. Ze hebben één of twee keer, ze zijn net die ASW Ikisani georganiseerd en toen is het ook niet doorgegaan, omdat we Ikisani ook een politieke kant op een gegeven moment en de zaak viel uit elkaar. Dus waardoor er vanuit de Koenders, zeg maar de brede Koendersbeweging, er geen, de zaak niet is kunnen continueren. Ja, dat is eigenlijk wel erg jammer, maar goed. Dan heb ik nog een vraag. Ik denk dat we zo'n beetje aan het eind van de vragen komen. Dit is een vraag die Astrid al eerder gesteld heeft. Heeft het denken van Koenders over taalvorming en zelfrespect en identiteit, hoe zouden we dat in ons hedendaagse onderwijssysteem moeten en kunnen incorporeren? En zeker gaat het op lager, midden en hoger niveau. Hoe zien jullie als schrijvers van dit boek de gedachtenissen, de gedachtegoed van Koenders in het onderwijs verweven of opgenomen? Want jullie zijn ook bezig met het ministerie van Onderwijs, dacht ik. Wie mag? Nou, even kijken hoor. Kijk, de slavernij van laten we zeggen de Afrikaanse mens, honderden jaren lang, want het was niet in Suriname alleen, maar in Amerika en noem die al die andere koloniale mogelijkheden, heeft behalve fysieke, economische gevolgen, vooral ook geestelijke en psychologische gevolgen gehad. En daar is in het buitenland enorm veel onderzoek gedaan wat die psychologische geestelijke gevolgen zijn en wat de gevolgen daarvoor zijn voor zelfrespect, eigenwaarde. En ik denk dat je op school daarover zou moeten onderwijzen, dat je een vak hebt over, en dan natuurlijk aangepast in de taal en het begripsniveau van de kinderen, van wat de gevolgen zijn, kunnen zijn. Want het hoeft niet bij iedereen zo, maar wat de gevolgen kunnen zijn voor jezelf, hoe dat zich uit. Dat zou een vak op school moeten zijn. Omdat, ik heb ook jonge mensen gesproken in Suriname, bijvoorbeeld, die met allerlei frustraties zitten en niet begrijpen waar het vandaan komt. Terwijl een aantal van die dingen gewoon rechtstreeks te maken hebben met de gevolgen van de slavernij. En in zo'n onderwijsvak zou Koenders uitstekend passen. Omdat hij, nou, hij beschrijft in Voetenboei ook het fenomeen van alles wat uit Holland komt is beter. Weet je, we eten aardappelen omdat het uit Holland komt, dat is beter. We eten, maar het zijn praktische dingen, maar dat heeft er allemaal ook mee te maken. Denk ik hoor. Dankjewel. Nog iemand anders? Nog een van de inleiders? Ja, ik aanvullend op wat André gezegd heeft. Ja, zeker weten. Maar het heeft ook te maken met dingen over hoe we die samen. Kijk, Koenders was een grote pleidooi over hoe de Surinaamse samenleving eruit zou moeten zien. Hier in Nederland, ik weet niet of Surinaam dat vak hebben ze een vak dat noemt de burgerschap. Koenders was daarvoor Koenders pleiten, wie kennis heeft, neemt van de voetboys, staat steeds op stuiten dat hij pleitte voor bepaalde dingen. Waarvoor nu onderwijs zijn eigen taal, maar ook goed onderwijs. Dus hij streeft voor zijn naam, ja B, maar hij pleitte ook voor goed basisonderwijs, goed vakonderwijs. Dat betekent, als je daar wil voor doen, moet je goede leerkrachten hebben. Dus je moet integere mensen hebben. Niet alleen technisch goed, maar ook ethisch goed. Hè? En dat zijn de dingen die we voorkomen, dus ook voor pleiten.
Het is niet alleen van, oké, we willen daar naar die samenleving naartoe gaan, we willen een nieuwe samenleving maken. Maar hij was ook iemand die een hoog ethisch besef had over hoe te handelen. En waarom juist op die manier te handelen. En dat gaat voor ons allemaal, dat moeten we allemaal gaan, dat iedere keer als je handelt, dat je nadenkt, oké, wat doe ik nu? Waarvoor doe ik het? Doe ik het voor mezelf? Of doe ik het voor de grotere gemeenschap? En wie heeft er baat bij? Dat soort vragen, die waren normaal voor kunders. En misschien voor ons een beetje ongemakkelijk. Maar als we dat soort dingen met elkaar willen bespreken, moeten we ons niet defensioneren, maar ook onszelf van de loep nemen. En vragen we wat ik doe. Waartoe dient het? Wie heeft de baat bij? Ik alleen of een grote gemeenschap daarbuiten? En ja, daarmee wil ik het hierbij weer laten. Ja, en ik denk dus dat we met deze beantwoording ook gekomen zijn aan het einde van onze vragenronde. Want ik zie dus dat we al tegen het eind of over het eind van onze tijd zijn. Inleiders, heel hartelijk bedankt voor uw inleidingen en natuurlijk voor de beantwoording van de vragen. Eline, ik wil nog iets enig zeggen. Wil je nog wat zeggen, Roy? Ja, er wordt nog iets volgende. Van de tekening van Astrid. Heel kort. Wat ik ook wel wil zeggen is dat we bij de kijken naar Koenders en zijn leven hebben toch ook wat je zou kunnen noemen een soort decoloniale insteek ook gebruikt. Want er waren mensen die dachten van, goh, biografisch wil zeggen wat hij allemaal gedaan heeft, is getrouwd enzovoort. Maar we hebben gezegd van, God, we willen vooral weten wat hij heeft geproduceerd aan denken en aan ideeën. Want deze aanpak spreekt niet vanzelf. Het gaat een beetje in tegen de gedachte wat je vaak tegenkomt van witte denkers produceren theorie. En wat er dan regelmatig is. En zwarte activisten of denkers produceren ervaringen. Waarvoor verklaringen worden gezocht bij witte denkers. En niet bij de kracht van de zwarte gemeenschap zelf. En hun vermogen dat verklaren. Dus dat was voor ons belangrijk om op zoek te gaan naar zeg maar, de denkkracht van Koenders en de vrouw van Pohamma. En hun niet alleen te zien als een soort biografisch object. Waarin we dus kijken naar zeg maar alleen hun dagelijks leven wat ze hebben gedaan. Maar juist kijken, verder kijken van wat ze hebben geproduceerd aan dingen die acties wat ze hebben gedaan belangrijk zijn, maar die daar aan voorbij gaan qua bijdrage op intellectueel niveau die gevoed werd ook door hun praktijk en door hun eigen zelfonderzoek zoals bij Koenders en ook bij de vrouwen van het programma. Dank u wel. Astrid voor de takeaway. Dankjewel Roy. Ik ben heel blij met die aanvulling die je hebt gepleegd. Want door jullie presentatie, maar nog meer door het boek dat jullie hebben geschreven, zag ik ook direct de overeenkomsten met denkers als een Paulo Freire van Brazilië. Dus en Marcus Garvey. En dus echt Caribische en Latijns-Amerikaanse denkers die met name vanuit die koloniale erfenis ook wat je noemt een verzet mindset zijn gaan ontwikkelen. Wat ik als takeaway belangrijk vind om mee te geven van hoe taal als motor gebruikt kan worden voor zelfrespect, culturele identiteitvorming, economische weerbaarheid bij de groep versterken. En het is niet alleen maar de Afro-Surinaams groep, het is ontwikkeld voor en door een Afro-Surinamer, voor de Afro-Surinaamse groep. Maar je kan het breder trekken, zeker binnen een multiculturele samenleving die tot stand is gekomen vanuit een kolonialistisch overheersingssysteem. Maar ook hoe je dus taal als, dat vond ik heel interessant wat Jules aanhaalde, hoe je taal als politiek instrument kan gebruiken om ook te verbinden. En ook te verhogen. Dus mijns inziens die koloniale context ook van waaruit Koenders is gaan ontstaan en waarbij zijn mind niet beknot is geraakt, maar juist verzet is, zich heeft ontwikkeld, dat decoloniaal denken zich heeft ontwikkeld. En wat me ook nog steeds een beetje treft is dat wat de Amerikanen noemen, ik dacht dat het die schrijver was van Color Purple, over colorism.
hoe dat nog steeds ons denken, de 21ste eeuwse manieren van kijken naar wat schoonheid is en wat mooi is en gewenst is, dat toch nog steeds wel dat Europees westers model is van blond haar en blauwe ogen en niet die mooie donkere zwarte huid en die mooie donkere ogen en die mooie het mooie gevormd lichaam van die afro-vrouw. Dus er zijn nog heel wat terreinen die we moeten gaan onderzoeken. Geesius Helmut haalde daar ook aan van hoe een leescultuur eruit, is er een leescultuur onder schoolgaande, maar ik zou aanvullend ook willen kijken van hoe kunnen we een leescultuur in relatie tot de orale traditie? Hoe ziet dat eruit? Is dat er wel? En hoe zou je jongeren daarin mee kunnen nemen? Maar het betekent het denken van Koenders biedt ons een aantal wortels, takken, bladeren om nog meer onderzoek te gaan doen. Ik dank u hartelijk voor uw bijdrage. Degenen die nog in de webinar aanwezig zijn, koop het boek. Het is echt mindblowing. En in mijn inzien is het al een klassieker de literatuur betreft. Koop het boek, lees het en tracht het ook zoveel als mogelijk te gebruiken als u met jongeren of met andere doelgroepen aan bezig bent. U zult merken, ik heb geen vooruitblik geboden van wat wij in de maand december gaan aanbieden. Er is ook een reden daarvoor. Waarschijnlijk gaan we voor het eerst in ons bestaan afwijken en een fysieke lezing aanbieden. We zijn nu in onderhandeling met een zeer interessante spreker. Maar ik informeer u heel spoedig over deze spreker en de setup. En we gaan toch wel trachten, ook al gaan we het fysiek presenteren, om toch wel die online betrokkenheid erbij te behouden, want de techniek laat dat allemaal toe. Hartelijk dank, Jules Reijzen. Hartelijk dank, André Rieder. Hartelijk dank, Roy Wijs. Ook aan onze participanten. Hartelijk dank voor uw participatie, voor het meedenken. Grand Tangi. En ook een heel fijne avond of middag nog. Ja, wij zitten nu ook al in de avond toegewenst. En we plaatsen deze opname natuurlijk ook als YouTube-filmpje in onze kanaal via YouTube. Dus blijf u dat volgen. Groeten vanuit Paramaribo. Grand Tani Sisa Astrid. Grand Tani. En de andere mensen. Ja, groeten vanuit Haarlem. Hartelijk bedankt. Doei. Doei.